Evert, je hebt een heel speciaal shirt aan. Ja. Een zeer uniek shirt ook, want het is een voetbalshirt, niet van een voetbalploeg. Nee. Leg eens uit. Het is uh, een voetbalshirt dat we gemaakt hebben voor mijn nieuwe documentaire-reeks FC United, dat vanaf maandag op Canvas begint te lopen over racisme en discriminatie in het Belgische voetbal. Oké. Okay. Zijn er uh, opvallende dingen naar boven gekomen? Ja, wat ik vooral heel, heel fijn vind, eh, ondanks dat het een, een thema is dat zwaar beladen is, dat al de mensen die eraan meedoen, Romelu Lukaku, Carrasco, Gano, Dessers... Ojidja, uh, Faris Arun, al die voetballers, die hebben hun hart geopend over een thema dat nog altijd zwaar beladen is. En ik moet die mensen daarvoor applaudisseren, want dat is echt heel chic dat die hun mond open doen en dat die een voorbeeld willen zijn voor de jeugd van jongens. De toekomst van het voetbal moet anders en dat vind ik er heel mooi aan. Was het moeilijk om uh, mensen te vinden om uh, over racisme te spreken? Zeker, ja. Er zijn, er zijn heel veel mensen die we aangesproken hebben in Belgisch voetbal op alle niveaus. Management, trainers, spelers, jeugdtrainers. Waar dat we heel graag op camera een getuigenis van hadden gehad. Maar die zeggen, kijk, ik durf niet, want dit kan mijn carrière schaden. En ik kan die mensen dat helemaal niet kwalijk nemen. Integendeel zelfs, ik vind dat heel erg. Dat dat de dag van vandaag blijkbaar nog steeds zo is. Dat als je, je mond open doet... En je wilt carrière maken in het voetbal, dat dat je kan schaden. Dat vind ik echt heel erg. Dus dat moet veranderen na die reeks. Welkom bij MidMid, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports. Welkom ook aan mijn special guest. We hebben echt hemel en aarde moeten bewegen om hem hier te krijgen. De luisteraars, ik ga ze niet langer in spanning houden. Hij is een jeugdproduct van Club Brugge, maar zijn hart ligt in Kortrijk. Hij had een eigen zwaailicht om files te vermijden en hij is de uitvoerder van misschien wel de belachelijkste duik in de geschiedenis van het voetbal en werd daarmee een internetsensatie. Welkom Glen Verbouwheden. Dag Sam. Dag Evert. Hey. <laughs> Mooie intro hè? Heel mooi, heel mooi ja. Voilà. Ja, ja. Er zat wel echt al van alles in. Ik denk ja. dat je hem, allee, als je een intro over Glenn Verbouwheden maakt, dan moet daar van alles in zitten hè? Ik wist niet dat je het zo kort uh, kon beschrijven eigenlijk. <laughs> Glen, je bent in België? Ja. Hoe lang zeg je al in België? En waarom zeg je in België? Veel te lang, veel te lang. Ja, <laughs> ik ben hier uh, voor een paar zaken uh, dat ik moest afhandelen. En uh, ja, ondertussen heb ik wel uh, even terug naar het Duitsland geweest. Um, en thuisland is vooral duidelijkheid Zuid-Afrika. Ja, voor mij wel uh, Zuid-Afrika. Ja. ja. Um, en dan ben ik nu terug voor nog een paar andere dingen af te handelen. En uh, hoop ik dat ik uh, volgende maand, eind dit maand, uh, deze maand uh, terug naar huis kan. Maar je, bent, je voelt jezelf Zuid-Afrikaan dan? Uh, zeker, zeker. Ik verstaan bijna goed Afrikaans. Als je een traag praat. Als <laughs> je traag praat, dat is het niet moeilijk ik, ik niet. Ik verstaan. Trek dat met Spaans bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja, maar zonder een warme patate. <laughs> <laughs> ja, nee. Ik, ik, maar ja, maar nu zie ik opnieuw in het nieuws uh, dat uh, ik mag het land verlaten, maar ik mag blijkbaar niet terugkomen. Dus. Uh, Oei. Dus je mag niet terug in het land omdat je geen Zuid-Afrikaan zet dan? Ja, nee, ik mag wel terug naar Zuid-Afrika, maar als ik terug wil keren naar België bijvoorbeeld, wordt mij de toegang ontzegd, on ondanks dat ik bijvoorbeeld een, een geldige werkreden heb, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, dat ik hier echt noodzakelijk moet zijn. En blijkbaar is er daar uh, iets veranderd, maar het verandert blijkbaar. Ga je, ga je Alle die dagen. Ga je die nationaliteit ooit aanvragen? Uh, om Zuid-Afrikaans Zuid te worden? Word je dat vanzelf als je daar zoveel jaar woont? Ik ben, uh, ja, ik ben wel permanent resident van dag één. Okay. Dat heeft mijn uh, oude... Uh, patron uh, Patrice Motsapi direct geregeld en uh, ja, dat was wel want uh... de nationaliteit ja, ik weet het niet. niet, ik denk dat ik even heel goed hoe nadenk wat dan de voordelen en de nadelen zijn uh, qua sociale zekerheid bijvoorbeeld uh, fiscaliteit uh, want uh, Zuid-Afrika is geen deel van de rechtsstaat, zoals bij België en uh, er zijn uh... ook nadelen aan Zuid-Afrikaan zijn ja, maar ook heel veel voordelen en uh... zijn er ah. zijn voordelen? goh, hoe weer uh, Waar woont je eigenlijk in Zuid-Afrika? Ik woon in Johannesburg. Oké. Okay. Josie, Joburg. Waarom? Want ik, ik heb zelf een tour gemaakt en ik vond Kaapstad wel ja, veel dat, indrukwekkender dan Johannesburg. Dat komt nog tot uh, plan B. Dat is het uh, ultieme doel om eigenlijk. Okay. Uh, ja, van het leven te gaan niet in Kaapstad. Uh, als ik helemaal grijs ben, tenminste. <laughs> uh, want ja, Kaapstad is gewoon fantastisch. Uh, alles, 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 alles. Heeft, ja. Het land heeft eigenlijk alles. Uh, opportuniteiten. Uh, jammer dat het zo economisch uh, niet zo denderend gaat. Maar uh, ja, we hebben eigenlijk alles om, om geen enkel ander land nodig te hebben. om succesvol te zijn. Hè. Uh, ik zeg ook altijd: als je zo uh, in een computerspel of zo. een stad zou mogen maken, helemaal. Uh. dan maak je eigenlijk Kaapstad. Bijna helemaal langs de ene kant omringd door de zee, dan de ja. stad en dan de grote Twee berg. Ja, Twee de ja, Indische en Atlantische die samenkomt. Uh, ja, en, Tuur, jo qua natuur is dat en goed, Joburg is mooi, een dat beetje, dus, de, de, Joburg is eigenlijk de grootste stad uh, ter wereld die niet omringd is met water. Ik denk 7 miljoen geregistreerde mensen, maar ze spreken van 12 miljoen, dus 5 miljoen illegaal. Uh, ja, dat hebben wij dus ook en uh, ja, ik denk, hoe noemt dat spelletje op Playstation? Uh, FIFA. Nee, we je zo. De Sims, moet, nee. Nee, je toch zo uh, opdracht moet doen. Uh, GTA. Ja. Grand in Theft Auto. Ah, ja, ja. Ja. Grand dat je alles of kan, you. alles mag. dat well, is jouw werk. Maar oh, wel, maar dat heeft Joe voordelen van, <laughs> dat heeft dan voordelen als je, als je geld hebt in Zuid-Afrika, maar als je geen geld hebt daar, dan lijkt het me wel iets minder fijn. Ja, dan is het echt uh, hard genoeg, hoor. Uh, en gevaarlijk? Goh, ja. Als je de gevaarlijke regio's gaat gaan opzoeken, dat is in België waarschijnlijk ook. Uh, ja. Niet ver van hier, Antwerpen, Deurne. Daar gooien ze met granaten. Dus, uh, <laughs> en bij ons... Uh, <laughs> allee, bij allee, ons... Dat wordt dus over ons verteld in Zuid-Afrika. Nee. Ja, <laughs> ja, jullie al, hadden wel het nieuws af en toe. Uh, maar het is nog geen sloppenwijk. Nee, nee, nee. Maar ja, Soweto bijvoorbeeld is de grootste township van heel de wereld. Maar ja, daar, daar zit ik ook natuurlijk als, als uh, Mulungo, hè, dat als witte persoon. Ik zit daar gewoon ja, overal... Uh, maar je hebt wel die, die dankbaarheid, die vriendelijkheid. Ik ben echt geschrokken van de mentaliteit van de Belgen. Er wordt amper nog goeien dag gezegd op straat. En je mensen naanspreekt in België. Die zijn nors, die zijn slecht gezind. Word uh, je niet herkend als jij iemand aanspreekt? Nee, maar ik heb mijn camouflage nee? aangetrokken. Hè? Dus ik ben expres 30 kilo bijgekomen. <laughs> <laughs> uh, ik ben er wel al 28 kwijt. Want, uh, ja, ik, maar ik, dat ik, werkt toch ook niet? Ja, nee. nee. Dan dus word je niet meer herkend tegen Wel wel toch? Ja, met een mondmasker moeilijk en dan draag ik ook nog een bril. En ik vind het wel fijn. En in Zuid-Afrika ben ik uh, toen ik daartoe kwam, was fantastisch. Uh, allee, dat begon fantastisch. Hier in Brussel opgestegen, first class ticket. Uh, met een bed in de, de vlieger, alles erop en eraan. En ik uh, kom daartoe en uh, ik word opgehaald van de club. En die zeggen van ja, my boy, first rule. Welcome to Zuid-Afrika. There's one rule and there's no rule. En dat was het. Everything you learned in, the, in Europe, forget it. Lekker. Ja. Maar je kan wel als Mulungu, als die witte, door die townships wandelen uh, zonder gevaar voor overvallen te worden of wat dan ook. Ja, want we hadden het over racisme al in, in ja. de intro dan. Die, is die, die is dat daar niet? Ja, die racisme. Ja, dus mijn, mijn vrouw is uh, colored. Hè. Dus voor de mensen die het niet weten, koffie met melk, zal ik het zo zeggen. Hè. <laughs> uh, uh, mixed. En. Ja, wij hebben wel ook uh, racisme ervaren toen ik een State star speelde. Uh, een Afrikaner uh, zei van ja, blijf bij je eigen kleur en bij je eigen soort. Nee, wat? Zeggen Afrikaner? En, ja, een Afrikaner. Dan zeggen ze en, daar zo. Ja, je hebt ook Afrikaner. Hè? Dat is, ah, oké, okay, dat is echt iets apart. Die afgeleid zijn van de Hollanders van in de tijd. Oké. Okay. En dan, uh, ja, die Burkies, uh, ja, dat Dus echt. Uh, dus tegen jou eigenlijk? Ja, dan, die, die tegen uh, mij zei van tijd, ja, tijd. Uh, waarom blijf je niet bij je eigen kleur? Ja, dan moet ik me wel al uh, beheersen, want op zo'n vlak ben ik wel uh, een heel uh, kort lunchje natuurlijk. Uh, ja, maar wij hebben vooral meer racisme onderling tussen de zwarte. Zim, uh, Zimbabwean, tussen Zuid-Afrika, Nigeriaan met uh, Zimbabwean. En, ja, ik, ik moet zeggen, ik heb het nog niet uh, meegemaakt. Uh, in, die, in die zin dan, zwarten zwarte echt zo scheef bekijken, totaal niet. En uh, ik word wel uh, graag ontvangen, dus ja, uh, ik ben toch graag gezien. Maar Top. een voetballer heeft een beetje de status. Ik neem aan, ook in Zuid-Afrika wordt van gedacht: ze hebben veel geld. Ben je dan geen richtpunt voor criminele organisaties bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben wel benaderd geweest in mijn laatste club in Marisburg voor omkoping. En die zei het ook gewoon: van ja, die, 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 die. die is al betaald. Die, 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 die doe mee. <laughs> nu nog jij. <laughs> ik zeg: ja, sorry vriend, ik ben uh, die leeftijd, uh, ik doe het niet voor het geld. En uh, de prijs dat je biedt, ja, sorry, maar dat uh, is gewoon peanuts. <laughs> en de keeper moet eigenlijk toch dubbel zo duur zijn dan een veldspeler om ja, en, en te kopen. Het, en ik ken dus ook geweest. En het ergste van alles, wij hadden een, een, een eigenaar die moslim was, uh, Farouk. En uh, uit, uit, uit beleefdheid, uit respect voor de club en uit respect voor mijn contract en een degradatiestrijd uh, ga ik dat gaan melden. En die zet me gewoon op non-actief omdat hij zelf misschien banden had... Ja, had dat weet koop, ik of... niet, dat weet ik niet. Omdat hij maar... dacht van, ja, misschien heeft hij er maar toch iets mee te maken, ja. die glen. Ja, nee, maar ik denk had dat hij je toen niet... slecht gekipt, die match? Of dat was voor de match? Ja, match. dat was terste van al, ja. Uh, ik dacht niet, oké, okay, dat werd in de kleedkamer gewoon gesproken. En dan dacht ik van, oké, okay, jongens, die gaan niet niet mee. En dan spelen we tegen Tux. En uh, dan gaan we, denk ik, twee of drie vierden boot in. En dan zie ik echt mijn verdediger... Uh, Brian Onyango, die er ondertussen nog wel bij zat. Zie ik die dingen uitsteken, heb ik nog nooit te zien. Hmm. Die heeft dan misschien wel een appartementje kunnen kopen daarmee. Ja, ik denk wel een paar, denk ik. Ja. En die had trouwens niet zijn echte leeftijd. Die had twee paspoorten. <laughs> <laughs> ja, ja, dus achter mijn carrière ben ik in het voetbal gebleven, voor spelers te begeleiden en, en, en verder te doen. En uh, die, ja, ik vroeg aan hem, ja, hoe oud zit die nu? Hij uh, is van Kenia, als ik me niet vergis. En die, was, die zegt: Je die hebt paspoort modern. Eentje van 26, en eentje van 22. Ja. Allebei 1 januari. Ja, ik ja, ja. denk 5 of 10 januari. <laughs> om het toch interessant te maken. Maar ja, ik, ik heb dinge, daar nou dingen nog... meegemaakt dat ik wilde niet weten. Uh, ik heb ook uh, de witchcrafting meegemaakt. De witchcraft? Ja, witchcrafting. De moetie. Voodoo. Uh, ja, een soort voodoo, witchcrafting. Dus uh, ik heb met Richard Hendekane gespeeld in Mamelody Sendaans. En dan is hij vertrokken naar Freestyle Stars. En dus, uh, ja, ik ging normaal uh, in plaats van Thomas Kaminski naar Kopenhagen gaan. Maar, ja, onze eigenaar Patrice Motsepe, dat was de eerste uh, gekleurde miljardair. En uh, Kopenhagen uh, zegt: van ja, kijk, we willen, willen Glen. Dat zijn we bereid om te betalen. Die belt me op, zegt hij: ja, kom naar mijn huis. Kom bij hem thuis, ik zeg ja, president, want zo moest ik hem aanspreken. Hij ja, zegt ja, Kopenhagen is geïnteresseerd, ze betalen het x-bedrag. Ik zeg oké. Okay. Hij zegt ja, maar ik kan er nog een, een klets bij doen, want het ging veel te gemakkelijk. Hm. Dus ja, ondertussen had ik ook contact met hem. Het is Kopenhagen. een miljardair voor iets. Hè? Ja, ja maar, die, maar die zei dat ook. Ik kwam daartoe in Zuid-Afrika in maart 2013 en ik dacht dat ik bij de, bij de rugby zat. Echt met 65 spelers in de nakern. Dat meen je niet. Uh, ja, en zijn filosofie was: ja, ik ken geld genoeg, ik koop de beste, ik betaal genoeg en speelde niet, klaag niet, je wordt betaald en uh, that's it. En ik denk, uh, ja, als bepaalde sportleiders uh, hier ook naartoe kijken, uh, zijn er toch een paar in België, hey, Per citabo heb ik zelf ook uh, naar veel clubs hier in België vier jaar geleden uh, naar voren gebracht. Die konden ze toen oppikken voor, uh, voor 100.000 euro, want het was te veel geld. En het jaar erachter speelde hij de pannen van Tak. En, uh, het is enorm moeilijk, onder andere soms met Afrikaanse clubs. En, uh, deels omdat de spelers ja, 50% van hun rechten afstaan aan de manager. Uh, zegt, ik kan dat praktijk inzien, die klinkt. Die, die maar is daar zijn. überhaupt regelgeving? Ja, is regelgeving. Eigenlijk ja? ligt terecht vast ook voor twee jaar binnen manager. Hier kunnen je zeggen, ja, je m'en fout, ja, ja, tegen de beef ja. en uh, salut in de kost. Maar daar ligt het anders. Hè. En uh, ja, het zijn, uh, het zijn ook machtige in het voetbal die ja die nee bedoel uh... ja wat was dat dan met die voedoe? met die booty wel uh, heel simpel wij Richard Hendikane was uh, was verongelukt uh, in het, ja die uh, was een nachtje gaan stappen uh, vier andere mensen overleden Goh. en houtongeluk uh, dan ja ja, ja. en uh, wij moesten uh, volgens traditie doen we dan een cleansing ritueel en ja, dan dacht ik, oké, okay, we gaan naar de kerk en uh, we begroeten uh, de familie en dit en dat. Maar wij kwamen toe op het voetbal. En dan stonden er uh, twee Zulu's. Dat is volgens traditie. Ik respecteer de traditie, ik respecteer de cultuur. Maar je moet ook ergens respecten voor, voor de individu hemzelf ook. En ik uh, kom daar binnen, de deur wordt toegedaan. 50 kiekjes in de kleedkamer, levende. Lekker uh, in de kerk, je er gewoon een as uh, woensdag geweest, hè, die geur machete op de grond ja, kleren uit ik zeg, ah, ja, waarom? ja, ah, nee, cleansing ritueel, iedereen moet de geesten verjagen, iedereen naakt, iedereen naakt. met vijftig kiekers ja, 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 ja. en 26 spelen dan, of nee, 60 ja, spelen ja, 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 en ik zat toen op dat moment uh, hoe, hoe hypocriet en corrupt dat het is uh, waren ze aan het uh, te overwegen bij Sundance om mijn contract te verlengen de optie te leggen. en uh, ja, in Vriestijd. Ik reed dus elke dag 600 kilometer, 300 toren, 300 terug. Waarom? Waarom? Uh, ja, omdat er maar één, uh, één, één huis stond en uh, één tankstation. <laughs> en uh, de accommodatie die ze mij gegeven hadden, uh, ik had één licht die ging en ik had koud water en uh, kassas wc papier Dus ik zeg, ja, ik rij wel lekker naar Centen, naar de beschaafde wereld, elke dag. Dus 4 uur 30 opstaan, 300 <laughs> ik... kilometer door de prairie. En, uh, ik ben zeer benieuwd naar die kiekjes nu wel ja, ja. En, uh, kom er toe, kom er toe even. en uh, wat <laughs> gebeurt er dan, komt er, ja, dan zit er daar iemand in de klederdracht een zulu en die spreekt uh, daar uh, ja, Zulu, een bepaalde spreuk. En uh, ik zie dat allemaal gebeuren. Kijk. Want Zulu is een soort van pastoor dan? Nee, nee Zulu is een bepaalde... Inwoner. Ja, gemeensch Klasse. gemeenschap. Dus ja. je hebt Zulu, Sotho, okay. Vender, Koza. Dat zijn allemaal de soorten traditiestammen eigenlijk. Ja, ja. Uh, dat, je, dat je hebt. Dus, uh, okay. Ja, dat was gewoon... Shop. De keel over, bloed over je kop... Dan hebben we water met die assen erin en die geur, die door een spreuk met een machetti tussen je been. En volgende. Je lijkt me. Ja, ja nee, dat was crimineel. En ik zeg: Vergeet ja, het, ik doe dat niet. Ja, de deur was gesloten, dus ja, ik stam bijna die deur in. De president komt erbij van, die, van Free State Stars. Uh, maar en niemand anders is dan zo... Ik doe dat niet. Alleen, jij bent... Ja, we ja, maar, waren met vier. Daniel Cardoso was een Portugees, heel gelovig, katholiek. Ik denk dat uh, Andrea Filetja, dat was ook nog een Belg. Ik weet niet of dat tijd er al zat. En uh, 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 Abral uh, zat daar ook. En dat was echt crimineel. Jij moest. De, de, crimineel. En de... Ik denk dat nee, Tom Sandvliet was mijn coach, maar ik denk dat die al weg was. Dat is ook een Belg. Mm -hmm. En dat was crimineel. Ik zeg ja, nee, dat doe ik niet. Jij moest de kiep de keel oversnijden? de Nee, zij deden alles. Zij sneden de keel over, bloed over. Ik nu vol met bloed en assen. En dan ja, nemen we er water erover en dan, uh, dan moeten we 24 uur niet wassen en dan zijn we gereinigd. En dan plakt dat allemaal op u. Ja, dus ik zeg ja, je moet voegen, ik weiger dan aan te doen. En dan. Ja, dan gebeurt er de telefoontjes hè, die je die daglicht niet kunnen verdragen en dan uh, wordt er mij eigenlijk bedreigd van ja, je vrouw is zwanger, dit gaat gebeuren, dat, 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 dat. En dan denk je van ja, oké. Okay, uh... Als een soort voedo-straf. Ja, dat was eigenlijk een, ja, een straf onder druk. Hè. En dan heb je gezegd van ja, oké, okay, broekje uit, in mijn naki uh, En dan heb ik gewoon gezegd van het is goed, maar... Ja, die, die moet geen spreuk zijn, want uh, dan net in een box. Uh, dat was wel een feit. En uh, in Zuid-Afrika, ja, dan ben ik teruggereden. Ik met de klachten ingediend. En dan is dat uh, herleid tot een doofpotverhaal. En dan, uh, als compensatie, is mijn contract verlengd. En dan was het verhaal uh, over en uit. Hè. Uh, ik heb het dan meegemaakt ook in Pieter Maarsburg. We speelden tegen Degradatie. Na de fameuze Duik. duik. En. Uh, ja, dat is crimineel. Uh, zelfs bij Free State Star, kan je straks de foto toon We hadden een, een moedieman. Dus die pakte mijn handschoen voor de wedstrijd. En die, die, die sprak tegen mijn handschoen En die deed daar kruiden over. En wat is het allemaal? En, uh, ja, dat, ja, ja, gestoord. Hè, gestoord ja. Hè. ja, maar ja, de, je kunt ook ergens zeggen dat zijn ze de tradities van dat land. Je ja, maar ik meegaan als je daar wilt voetballen. En, en ik, 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 ik respecteer. Ik, ik wij hebben ook geen probleem dat ze het toepassen. Hè. Alleen, houd ons daarbij. Diegenen ja, die, wel, die, die wel. snap ik ook. Degene die het niet wel en dat is een, een beetje hetzelfde topic van racisme, hè, en van onderdrukking, en dit en dat. Zie, zie ik heb geen probleem. Al pakte je van die sapjes en wat uh, pakte jij van alles dat je wilt, dat maakt me geen, geen reet uit, maar hm. betrek er mij niet in. En respect voor mijn beslissing, dat jij uh, bidt en whatever, ja, dat is goed voor u geen probleem, hè. Maar het ging echt ver. Het ging tot uh, van die zakjes met bepaalde kruiden, tot uh, in de zon, uitgestrooid. Ik, ik, kan u, ik moet er eens op letten dat je de Soweto derby hebt, Keizer Chiefs, Orlando Pirates. Die gaan het veld gaan verkennen onder beveiliging. En waarom? Meestal het uh, kinesist een drinkbus. En daar zitten bepaalde ja, stoffen in van de, de, moed, de moedie, hè En dan spuiten ze die in de 16 meter. En dan denken ze: van ja, hier gaan we schoren, hier, gaan we, hier zijn we beschermd. Ik moest dat ook doen in Pieter Marisbuk. Gewoon met, ja, dat naar koeienstront, dus spuiten en je staat er dan 90 minuten in die ja, ja, ja en dan heb ik nog en die ja, match ja, in die match dat ik die duik gedaan heb, dan kwam er in ja dat was redelijk warm het is Durban warm klimaat dan kwam er gewoon een, die druk van die fles <laughs> van die fles ik zeg ja maat ik zei een smoothie <laughs> en die kwam na de, maar, oh, zodat je ziet ah, wat een traditie je. kan doen en de denkwijze en de psychologie erachter. Die kwam na de wedstrijd en zei: ja, you joking now? Ik zei: nou, no, no. Ik zei: uh, <laughs> The material guy you put mooty into it. Ik zei, They didn't see me drinking. Fuck, fuck, fuck. Ja, ja. Wat nou? Ja, die was helemaal van slag. WTF. Ja, en dan denk ik: Ja, het okay, ja, van alles, dat zijn ja, die betalen daar geld voor. Zwaar, zwaar geld. Hè. Die. Veel veel, veel, veel geld betaald, wordt er betaald voor, voor die, voor die Moetie-dokters, of hoe noem het? En ja, ik heb met mijn eigen ogen een, een, een hele goede gezette vrouw, om het zo beleefd uit te draaien. En die kwam af, die, die had twee emmers water, die zat daarin. Hm. En die zei plotseling van, ja, we zaten met heel de ploegen, daar moeten je met je schop graven. En dan plotseling kwam er een zakje uit met ja ah, Moetie, Moetie, Moetie. Ik kan bijvoorbeeld, ja, ik geloof er niet in, maar ik kan altijd zout in de notulen leggen in Afrika. Altijd. <laughs> je en en geloof dat wel raar om te doen. En vraagt er aan, aan, aan Afrikaans. Je gaat er al sp... toch in mee, hè? Ja, ja. ja ik ga erin mee, omdat, je, omdat, je, omdat het, uh, ik ga erin mee over het onbekende, omdat ik niet weet hoe krachtig is het. Maar als je, als je erover leest en ziet, ja, ik geloof wel in het uh, hiernamaals en, en, en het onbekende. En dachten zijn en krachten en, en, en vice versa, maar. Het is echt uh, crimineel en uh, als ik zie vraagt dat aan Afrikaanse spelers. Uh, er zijn bepaalde spelers, lekker in Zuid-Afrika, waar de spelers die die, die bandjes dragen rond, rond hun uh, lenden, omdat ze dan beschermd zijn tegen alles, ja, tegen kwetsuren en dit en dat. En dat gaat ver, dat gaat echt ver. Wow, ja, ik vind wel. Ik, ik vind. Zo het, waren de eerste twintig minuten van de podcast. Ja, ik vind het wel interessant, want het is een cultuur, ik Bedoel, je kan die, alleen die mensen, ja, die zullen daar ja. echt in geloven, hè. Je kan moeilijk ja, ja, zeggen, maar ja, ja, ja. ik ja. mag het hopen. Anders is het nog weirder, hè? Het is niet zo van, ah ja, voetdoen mijn popke en, ja, nee, ja. dat is het niet, hè, Maar het is bijvoorbeeld een combinatie van. Je gaat bij een, een witch Doctor en uh, je zegt van, ja, ik Glenn verbouwen, ik heb een probleem met de sam. Ik zou wel aan dat die vervloekt wordt. Hey, alsjeblieft, je betaal... doe het doet, dan niet, man. Nee, nee, niet alleen, nee. Alleen, maar, maar je betaalt daarvoor. Ik geloof al in die dingen. Hè. Ja, maar die betaal, die be... je betaalt ervoor, en dan, ja, dan ga je dat buiten, en dan zeiden van van ja. ja. Dan doet hij iets. Het gaat iets gebeuren met de Sam, he, bij de Ja, maar dan valt mijn rechterarm eraf. Of nou, dat weet ik dat niet, zien? ja, dat weet ik niet. Misschien wordt impotent. Heb je dat niet? eerlijk? Heb je al eens iemand impotent gemaakt, Glen? Nee, nee, nee. Ik ken er niet aan meegedaan. Voor wie zet je naar nou die moeite man geweest? Ja, ja. Nu heb je man. Ik ben... Dat ik, ik, is een echt gebeurd verhaal. Ik ben uh, naar Swaziland geweest. Dus, ik weet niet dat je het kunt zien, maar ik, ben, ik heb mijn achilles, achilles tendens afgescheurd. Nooit gekwetst geweest, buiten mijn buikspieren in Westerlo. Daarvoor amper gekwetst geweest, in 16 jaar prof. En ik kom eens in, in Mamelodisendans, we doen een, een, een mediacampagne, Ghana, Zambia. En ik kom op trainingscomplex, ik stap van de bus en ik scheur gewoon mijn pees af. En dan ben ik naar Swaziland geweest, naar een of andere zotte dokter En die zei van, ja, ik zag zo'n een tats erop. Een tennis, dan sneed hij dat open, tennisbal erop, met, met, met kruiden erin. En voordat hij dat deed, zei hij van, kies een koe. Ik zeg, ja, kies een koe. Ik zeg, ja. Kies een koe. Kies een koe. Kies een koe. Ja. Okay. En daar stonden dan koeien. En ik zeg, ja, die. Dus die zegt, ja, die brandmerkt die. En dan zegt hij, pakt hij een stok en dan slaat hij gewoon dat been kapot. Wat? Ik zeg, wat gebeurt hier allemaal? Ik kijk naar, ik kijk naar iemand van de club, en zeg, ja, ah, no problem. It's part of traditional. Dus die spalkt dat been met oh. die kruiden, met dit, heel de ram, heel, alles erop en eraan. En dan dacht ik zoiets van, waar zie ik hier beland? Die koe moet afgezien hebben. Ja, en dan moest ik, uh, 60 of 90 dagen later moest ik terug en die koe was springlevend. En hij heeft die gebrandmerkt om aan te tonen van... Dat was, dat was ze. En heeft dat bij u geholpen? En dan moest ik nog komen, hè. Dan moest ik met mijn voet nog op tafel leggen. En dan kwam hij met van die, uh, van die, van die blades. Maakte hij krastjes. En dan kwam er allemaal heel zwart bloed uit. En dan legt hij dan een tennisbal op. En met kruiden. En dan zegt hij, ja, tot binnen 40 dagen. En... Uh, ja, veel heeft niet gold, want uh, ik heb toch nog een operatie moeten doen. Maar, ja. <laughs> ik denk, ja. maar, uh, een anti <laughs> <laughs> Ja, maar wat had nu gedacht? Ja, ja, ik weet niet, ik was ja. er wel niet mee als voor die koe. Die heeft sowieso ook dat brandmerk gewoon op een andere koe gezet, ja, ja, alles kan. Alles kan. <laughs> alles kan. Ja, we zijn er naartoe gereden, dus ja. Dat ja, ja. heeft u wel onder En dat was, van, dat was geen ritje da. van 100 kilometer, hè. dat was een hele dag, hè. 800, 900 kilometer. Hè. Voor een kwartier, twintig minuten een showken te zien met een koe en dan terug in de notto. En dan, uh, dan denk ik zo van Sorry. ja. Welkom. Ik heb al heel veel, in deze podcast al heel wat the fuck momenten gehad. Maar deze sluit wel alles. Hè. ja, dat ja, ja, is echt mijn Dus je wist toch van ja, jongens dit, dit moet gewoon aan een chirurg. Ja, ja, ja. En, en plus, het was. Het uh, uh, tennisbal en kruin, <laughs> ja, maar ik, 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 ik weet niet hoe je het kunt zien, maar het loopt ja, ja, onder het de literally. enkel door. En dan is hij nog gesplit. Dus ja, ik heb 18 maanden gerevalideerd. Ik had er nog te veel letters gemaakt aangemaakt. En, uh, ja, dan komt de tennisbal. Dat ja, is niet normaal. Dat is niet normaal. En dacht ik van ja, wat ben ik hier? Wat doe ik hier? Kan, en, dat, ja, kan, dat kan dat ik dat me voorstellen? Als je 800-900 kilometer dan ook nog eens in een notte zit. Dan denk je het, volgens mij de hele missie, tijd. Hoe, allee, ik zou denken: hoe ga ik hier nog weg Zo ja, snel mogelijk. Maar, maar het is jammer dat ik mijn gsm nu niet bij, maar ik heb nog een filmpje toen wij ontvangen werden in Accra in Ghana. En er stond er een met een tafelkleed, er een blote met een tafelkleed er rond, stamhoofd, en die begint er een, die begint er een heel verhaal te doen, in, ja, in zijn taal, dat ik niet versta natuurlijk. En die had zo'n fles Genever. Voor mij was dat Genever. Hm. En ik dacht van, ja, welkomsdrinken. <laughs> en die is zelfs nog samen gezeten met Obama aan tafel. En ik zeg, ja, welkomstdrink. Ja, die drinkt. Lalalala. En die begint goed te, te spiewen op ons. <laughs> Ik zeg, van een flauw plezant is daar. Ja, dat was welkom. Dus okay. ja, ik, ik had even gedacht: van, zou ik nu terugspuwen? Is dat be, uit beleefdheid. Maar, ja, ja, inderdaad. Misschien dus iemand die uh, dat super onbeleefd dat jij niet teruggespuwd hebt? Hè? Ja, nee, maar ik heb hem wel gevraagd: ja, wat stelt dat voor? Wat zit er daarin? Want allee, ja, in deze tijd dat we nu leven met corona, stel je voor dat je daar zit. Hè? <laughs> ja. Ik ga even een momentje dat ik aan mijn lama's dacht aan mijn maar, en mijn alpaka's. Je, je hebt dat foenoem dat gedronken, dat drankje? Ja, nee, nee we, ja, niks. We werden gewoon besproeid bij like like een thuislam. Maar het van zijn zijn mond. <laughs> ja, ik zal straks dat filmpje tonen, zeg, dat zeg ik crimineel. En het ergste van alles, al die zwartjes stonden erbij en met een kootje. Als ze van, ah, fantastisch. ja, fantastisch. Ja, dat is die mannen hun tra nee, en, nee, dat is en traditie. En, ik, en ik, ik speelde toen dat samen met Alje Schut. Maar je mag het toch weird vinden, ook al is het traditie. Yeah. Het is toch gewoon ja. raar. Ja, maar de legend of uh, Utrecht, Alie Schut, 13, 14 jaar uh, Utrecht, machtige kerel. En ik keek naar die Alie En uh, die Alie keek naar mij en zegt, die, ja, bekijk het maar, jongen. <laughs> ik ben weg. <laughs> ja. En die zeggen we van, ja, hoort erbij, jongen. Hoort erbij, ja. Ja, ja. ja, maar dat is, dat weet je, als je daar speelt en in die competitie ah, zit, dan hoort het. Maar, maar, maar weet je dat ook is Hier in België, nu is de tendens, eh, eh, maar vroeger in mijn periode was dat niet zo, dan werd er nog gekaart werd er nog hoerd over van alles en nog wat. Nu is een, ja een jukebox op je oren, een, no? een, een, een Playstation dat je mee hebt, dat je kunt openen en al die annozelheden. Ja, daar is het gewoon uh, gekomen. Dan moet je niet denken: van, ik ga even uh, een dutje doen in de bus. Ja, kom er binnen en dan beginnen er uh, drie, vier uur van die ploegmaatjes. Uh, Hosanna in de Hoge, Halleluja. En die gaan drie uur een van busrit van Friestijstaars, Bethlehem naar Johannesburg, is vier uur. En dan hebben we nog zo'n bus van dertig jaar uit. Dan hebben we dan nog een paar keer een panvion op, midden op de straten. En die mannen zongen maar. Maar ja, jij doet sowieso mee? Ja, en nee, nee, kennen, doe je en nee ik, ik was mijn stem aan het sporen voor, voor de match, ja. maar, maar de match begon en die had geen stem meer. Ja? Dat is en, toch... en, en gewoon vier uur, uur recht staan, dus enorm gezond voor je been, vlak voor de match. Vier uur dansen, <laughs> zingen, en transe. Ja? En dan match spelen. En dan, ook... en dan in Dat ja. is toch ja. mooi ook, Sam, ergens wel. Je ja, kunt toch goeie, hier, hier, kun hier, nooit een goeie match spelen ja, ja, in classe. Jij zit nu heel nauw betrokken met Dries. Dus waarschijnlijk in Italië kunnen ze een glasje wijn negen op tien moet worden onder eten afgewogen, want dat, ik heb het nog ook meegemaakt. Wow. Ja, daar niet, hè. Dat nee. was gewoon... Ik van, de Nando's. Je dat ook in Londen. Die keten, ja. Dat is gewoon een kieke, kieke ja. kraam, eigenlijk. Dat je... Kiekje Piripiri of Kiekje en Heup. Uh, en Sakske Friet. Dus Je zet er al veel geweest, precies. Uh, ja, wij kregen dat. Het was ons wedstrijdmaal. Hè. We stopten langs de weg. <laughs> nee. Ze belden gewoon. Van, ja, uh, 16 kiekjes of zoiets. Olé, en dan kreeg jij korte chicken. Uh, maar ik kan er natuurlijk niet meer genoeg. Gewoon ja. een fastfoodketen eigenlijk. Ja, ja voor ja. de match. Ja? En dan zaten wij in het buskimmer. Een boutje teen. <laughs> nee. Maar verdiende verdien jij daar oh, veel geweldig. geld? Ja, ik was betaald van sundaans. Stars. Doe je in Zuid-Afrika als free, niet free stars. Uh, Ja, dat is ook het dat was wel daar voelde ik wel die, die bepaalde wrijving. Want je komt van Sundowns, eh, grote club uh, Afrikaans Champions League gewonnen, beker, van alles en nog wat. En dan is het, ja, reek ik ook met een bepaalde noto, en dat was het zo direct de, de blik van uh, ja, ja, ja. zien Zeer wat Sundowns Een uh, ja, maar ja. Ik ben trap afgeleerd, ik uh, ben overvallen geweest daar, uh, homejacking gehad. Uh, Shit, jong. Well, je kent het voetbalmilieu. En wij vragen daarnet, is dat daar gevaarlijk? En je antwoordt, als je niet in de verkeerde buurten gaat, niet. We, ja, get, en zo. Get, ze werken ook met spotters, he. dus er was een bepaalde, je kunt het mm. af terugvinden op YouTube, de Rolex gang. En um, ja, ik had een bepaalde uh, collectie van horloges aangekocht. En uh, ja, mijn, Die tot, tot mijn kuisvrouw zat er mee in betrokken, tot mijn... <tus> uh, want ik, ik woon in een compounded aan dit complex. Dus mm -hmm. met vingerafdruk, de poort gaat open en bewaking staat daar. Die zat er mee en betrokken. hebben we dan achteraf allemaal teruggewezen. Dus ja, dat was op Paasmaandag. Jammer genoeg niet op, hè, niet op zondag. Op Pasen, eh, of, of eigenlijk op Dinsdagmorgen. Op Paasmaandag ben ik overvallen geweest. Eh, ja, uitgekleed rond de paalgang. En daar. was ja, is... thuis. Ja, nee, nee. Dus op 115 meter voor dat kindrijd, op het complex van de ingang. Ben een klem in de drie auto's. Ik heb uh, gepointed geweest. Drie mannen zijn gestapt. Uh, oh, jong. En ja, en. Uh, maar dat zijn knowledge dan... knowledge Mussona woonde dan ook bij mij. Ik woonde in uh, 12 en hij woonde in, in nummer 4. En uh, ja, die zijn meegegaan. En die zijn. Uh, ja, die hebben, ja, ik moest mijn kleren afdoen. Ik heb mijn ondergoed rond de pal gehangen. Oh, alleen man. En dan hebben ze mijn horloges gepakt, uh, iPods, uh, iPad, de bram En dan is ze nog een de wel meenemen. Maar ja, dit zit een tracking systeem in. En ik zeg gewoon: Ja, kijk, uh, uh, when you gonna uh, dismantle the, the engine. Ja, uh, yeah. tegen dan zijn de Hawks er al bij. De Hawks is zo'n speciale interventieteam. Mm. En. Uh, Gebeurt gebeurd? Ja, het zijn de hmm. grappigste van alles. Ik heb gewoon ook mijn voetbalschoenen en mijn voetbaltruitjes van Sundance meegepakt. Ook een ja. voetbalgreep? Ja, en een dag, een dag later, hey, search my iPhone, eh, zat dat al in Maputo in Mozambique. Ah. Ja, ja, Maar, dan zijn het maar dat toch... zijn toch momenten... Ja, dat Als dat... je dat één keer meemaakt, ze het toch gewoon weg. Ja, ja nou, dat, dan dat... komt het toch terug naar België en dan zeg je hé hey, jongens... Ik heb, ik heb heel veel maar... meegemaakt. Hey, ik zit ook in... in ik ken nog in een andere industrie ook actief geweest, dat heb ik redelijk wel veel gezien daar ook. Ja, ja. maar uh, ik ga je zeggen... Uh, so, soms krijg ik wel van die beelden s'avonds dat je zo met de notto rijdt en dat je die mensen Rasta Rasta een zijn uh, Goldtooth uh, dat die wel even... Uh, de de plaatsing komt dat voor Ik slaap ook... Uh, ik slaap wel goed, hè. Maar soms komt dat wel even naar voren. Allee, ja, andere... dan noemen ze niet goed slapen. Ik zou het volledig begrijpen, want dat, dat klinkt als een, een film, hè. Ja, en als je dat vertelt, dan zijn ze weer... Ja, en het is dan nog, toevallig hoe ik dit meemaak, dan zei ze ja, hij, is, hij was al zot. steekt hem binnen en beert hem. Uh, komt niet meer goed. Maar het is effectief zo. Hè. Ik bedoel, heist uh, cash, heist transits. Dat is ja, like de bende van Nijvel, uh, dan die van Amel in, in de tijd. Hè. Dat is daar nu. Bij ons is dat. Uh, ja, een hype kan ik dan niet noemen, maar er worden 300, 400 cash transits-robberies uh, uh, per jaar gebe gebeurd. Hè. En zat, zat er dan iemand van de voetbalploeg mee daarin, denk je? Omdat ja, mijn nee, ze de, de veiligheid zat er mee in, mijn kuisvrouw die had getipt, want ik ben, ik, ja, ik kan ook, uh, ik ben ook gewapend. Ik kan ook een wapen leggen thuis voor mijn eigen veiligheid. En. Uh, maar ja, dus dat, eens... dat, dat, dat is gewoon niet aangeraakt. Dus, en het ergste van alles, ik heb dan nog 24 uur in mijn onderbroek gezeten. Ah ja? Ah, dat was dan je paal? Ah, ja, ja, want mijn kuisvrouw, die had congé, die kwam me dan dat dat morgen toe. Ja, die had toevallig congé. <laughs> dus ja. Dat was niet toevallig. Ik ken een hele grote blaas, maar om te zeggen dat je dat zo'n 36 uur, oh, nee. uh, uur volhoudt... Dus je andere... hebt alles ondergepist? Jo, plasje, plasje in de ja, En je had toch superveel honger dan zo, toch ook? Ja, honger ja. niet dat je zo. Schrik voor? Ja, ja, schrik niet, maar ik, ik, ik ken het. Als die in, mannen eh, terugkomen, denk alleen. Ik ken het in Brugge meegemaakt, daar zijn ze gebroken in. En dan denkt er zoiets van: ja, 80% van de gevallen komen ze terug. Dat zit in Zuid-Afrika. En nou, dan maakte dat mee, ja dan is het ja, dan is het recht een knop omdraaien van ja oké, okay, uh, chic horloges dit, dit, dit. Afgeven. Nu zet ik misschien ook te chic bij, maar ja, dat, ik heb dat net uitgelegd, ik kan de reden, maar ja, nu ook met flipflops flops kort broekje aan toeristje In Zuid-Afrika niet tonen dat je hebt. Ja, uit. nee, dat is mijn tip ach, uh, want het begint al ja, het begint overal, hè. hier heb ook georganiseerde uh, misdaad, hè. maar in Zuid-Afrika... Ja, maar wel, allee is, is eigenlijk... Zullen mensen ook zo'n verhalen hebben? Alleen niet dat vastbinden, zo, dat denk ik nu niet, maar dat gebeurt zo. natuurlijk ook hier. Ja. Maar We zijn voor de uitzending ook bezig, dat daar de meeste verkrachtingen zijn. Ja, dat wordt... soort dingen dat je jezelf ja. moet bewapenen, dan ja. kunnen we wel stellen dat het daar een gevaarlijk land is. Gevaarlijk land, ja, maar je hebt ook een grotere populatie. Hè. Ik bedoel, je hebt enorm veel welvaart en je hebt een enorm extreem van, van armoede. Dus een extreme tegenstelde. Ja. En ja, maar, maar je leert snel, hè. ik bedoel, gaat er dan die aan de, aan, de, aan de robot staan, aan de, aan de traffic lights, en die, die komen dan af zo van twee rand. Hè. Twee rand, dat is ja, twee keer niks. Om te eten. Om te eten. Maar in het begin zeggen ze van ja, ah, hè. maakt niet uit. Hier hebben we twee, drie euro, voor hun is dat een hele dag eten. Maar dan beginnen de trucken van de voor door te krijgen, want is, wat doen ze dan? Hè? Ze nemen het dan of wel en dan zeggen ze, ah. Thank you, thank you, God bless you. En wat doen ze? Als je een ring aan bijvoorbeeld, dan pakken ze, en dan trekken ze hun ring eraf en dat gaat snel. Ja, maar jij zit in je notto en ze zijn weg. Ja. Of uh, van die flesjes met, uh, met een product in doen, een beetje asset, en dan zo gezegd, je ramen poetsen. Ik denk dat je overal in die grote steden net, en dan, en 500 meter, het drupt op je batterij, je valt stil en dan wordt je overvallen. Dus dat zijn de trucs, maar als je naar Zuid-Afrika komt, ja, pas op, Zuid-Afrika is de. De vijfde meest geheerde plaats voor de Belgen die Om iets te immigreren ja, 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 immigreren tweede, hè. Ja, maar maar ja ik zit ook ik zit overal hè. Ik bedoel, ik maar Zuid Afrika ben... is ook schi Allee, schitterend, hè. schitterend iedereen die daar al ooit geweest is is daar toch verliefd ja of Johannesburg of? de historie apartheidmuseum moet je zeker eens zien ja, ja, De Zuidkust ah ja dan, dan Drakensberg fantastisch hè. dan Durban ja. Ach, echt. <tied> Lekker indisch wilden eten, een uh, lekkere warme zee. En Kaapstad, juist yeah, de place to be. Maar ook zoveel meer, hey, Kroegersdorp. Pretoria heeft zijn geschiedenis. Uh, maar dat is wel leuk. Soweto, uh, downtown Soweto. Uh, dan ga ik mee met Lucas Radebe. ex mister Leeds. Hij ja. is een hele goede vriend van mij. Uh, Fantastische shotter geweest. Ja, ja, schitterend. Ook zijn de zon die, die begint nu ook een beetje door te komen. Maar ja, ik ken. Uh, Oké, okay, maar als je met Radebe over straat loopt, laten ze wel met rust, denk ik. Want dat is een ja, legend. Ja, maar pff, ik, ik, ik drink me niet op ze. Knowledge musona is hier hmm. niet gekend, bij me niet Van Spree. Maar daar, uh, daar stonden de vrouwtjes gewoon te flashen met de boobies zo, aan de voordeur. Hebben uh, ja. ja, ja, dat ja. dan ook naar u? Ja, ik, maar ik, ik, ik maakte dat ik snel op mijn balkon was voor toch nog een tietje te zien. Maar, <laughs> <laughs> maar nee, nee, maar. Maar zo'n nee. Persitouw, Knowledge musona ja, die, die jongens kunnen niet naar de winkel gaan. Oh, ja. Die kunnen gaan, maar ja, die zijn nee. constant vastgekomen. Die hebben we dan waanzinnige security ook? Nee. Nee, maar die zijn dat gewend, dat is die, die vibe. En leven met de zon mee. Hè. En uh, in, in, in Mamelou Descendants was het ook zo. Hè. Een, 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 een sportontbijt of ontbijt voor de training, dat, dat, dat deed die niet. al je shoot heeft dat veranderd. En wij zijn van ja, dat kan toch niet meer. Die doucht je zelfs niet achter de, achter de training. Dus je hebt twee uur getraind en 35 graden, die, die, die droogde zich af, deed de kleren aan en die, waren de, die was de pist in. Ik zoiets zeggen oh, De van, in? Ja. Gewoon bos weg. in. Ah. Okay. Af en toe gooi ik er zo West-Vlaams uitdrukkingen in. Hè. De pist in, dat zeggen wij ook. Ja. Ja, die dat voetbalcultuur is, is dus echt gewoon niet totaal niet te vergelijken. Dat, dat is nee, 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 nee. Maar, maar ja, maar zo... daarbij. Hoe, hoeveel verdiende je daar in vergelijking met de Super Was het dan toch lucratief of... Meer. Meer daar. Ja. Bij de sundowns, ja. Maar wel alleen jij, alleen, zo de buitenlanders verdienden veel, maar de plaatselijke... Ja, je mocht ook vijf permanent residents in. Dat was zo'n wetgeving, je mag vijf permanent residents. Die mochten daar... Ja, dan werd je gezien als uh, lokaal, hey, local. En dan moest je gewoon kunnen voorleggen dat je x in vastgoed had buiten het land, of kon je ook rechtstreeks in het land investeren. En dan kreeg je direct, uh, direct uh, je permanent residents. En de eigenaar van de Club Regio, dat allemaal. Hè. Maar het was voor u financieel interessant genoeg ja. uh, om al die, die ja, de mindere zaken erbij te pakken? Ja, ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Maar het was ook een ervaring. Hè. Maar ik zat vooral met de dat Engeland niet gelukt was. Uh, in de periode van Westerlo heb ik daar uh, ja, de deal van mijn leven uh, door kwetsuur niet kunnen doen. En dan via een andere goede vriend, Benjani Marwari. Mr. Ja, ja, Manchester City vier jaar gespeeld. Portsmouth, dikke vriend met Papi Canu. Die heb ik allemaal ja. ja. al gezien. We hebben een benefit match gespeeld. Als Benji zijn laatste match voor Zimbabwe gespeeld. Dan heb ik me met de Samba gespeeld en onder een douche gestaan. Dat was uh, ook een ervaring op zijn zaal, moest ik zeggen. <laughs> en uh, ja, er waren al de legends. El Hadji Diouf was daar, uh, John Painsel. Uh, <laughs> Ja, we vertellen iets. Ik aan allee... zo te hè, ook. Ja, maar ja, sorry, dat was een, dat was een ervaring ja, ge... om met iemand een douche te pakken. Ja, maar, dat, ja. Daar we. mogen toch mee lachen, maar ik. Koop, het was een hele korte ervaring, want toen Samba in de douche kwam, was ik wel snel uit een douche. Uh... <laughs> te indrukwekkend. Was geen meer. Te imponerend. Ja. Te imponerend. Ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Dan moet je plaats kennen in de kleedkamer. Ja, is niet normaal. <laughs> ja, maar het, het zijn met Zijn ze met onderbroek aan? Nooit, nooit. <laughs> nooit. Altijd een geek mee onder de muziek. Ik heb nog geen enkele vraag gesteld die ik heb voorbereid. We zijn al 37 minuten ver. Ja, is goed. Stel maar, stel maar, Sam. Nee, oké, okay, maar je, je weet wel op het moment dat je naar Zuid-Afrika gaat... Ik ben uh, Ja. ja. <laughs> nee, nee, doe maar. Jij zit te gichelen? Ik stel de vragen vandaag. Nee, maar als je naar Zuid-Afrika trekt, dan weet je ook wel van een Europese carrière is gedaan. Toch? Ja. En dan weet je ook van, ja, nu terugkeren. Dat was die, is het die meestal mij mee vreed... Als ik dan bepaalde keepers in de eerste klas bezig zag, als ik dan keek naar mijn statistieken van een van Kortrijk vooral, ja, Westerlo, die kan, ja. daar heb ik ook een verschil gemaakt, want toen ik in Westerlo toekwam, hadden ze nooit een nul gehouden. En in deze twee wedstrijden, nul tegen Standard, week erop, nul tegen Centruin. Dan heb ik ook nog die overwinning tegen Genk, waar ik me kwets. Eh, eh, kwets eh, eh, Blesseerde in, in de wedstrijd. Dus je op vindt één. dat er slechtere keepers wel in de eerste klasse stonden. Oh, ja, er was toen zo de overgang van de perfecte schoonzoon moeten zijn en je moet onberispelijk zijn en je moet ja knijpen. En... Dat waren jij niet, hè? Wat denkt je nu zelf? Maar dat weet je ook, Nee, Natuurlijk niet. Het was, het was niet eens een vraag. Natuurlijk niet. Ik, ik speelde geen <laughs> Kortrijk en ik bedoel, ik moet daar ook niet over, over, over wegsteken. Nee, jammer dat je nu niet meer oogt, want anders steek ik een sigaretje op en. Uh... Ja, het ja, mag veel, maar dat gaan we nu niet doen. Maar, maar dat, dat was bij ons ook het, de, 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 de stijl. Hè. In Kortrijk, wij, hadden, wij, wij rookten met, 13, met 11, 13 man. En wij rookten onder de standtribune van waarin onze eigen supporters staan. En dan lag er een fles Jack Daniels in mijn kastje, bijvoorbeeld. Of die stak ik ergens anders. Maar, ja, maar, de, maar, maar, maar trainer George Lee wist dat ook. Maar dat is toch de reden waarom dat, wat je dan zegt dat er minder goede keepers wel nog in plaats ja, hadden en jij niet. Dat zijn toch de dingen... Dus, maar, maar ja, het was vooral van, ja, maar gerookt, dan zijn ze niet goed genoeg. Of geliefd niet voor je sport. Terwijl ja, als... ik denk van de Serie A ja, dat, dat 80% rookt. Ja, he? Ik heb met Club Brugge op Paas Roma gespeeld, uh, Europees. En Kivu stak kwam de kleedkamer uit, liep de pers voorbij en stak je in op. Ja, ja. ik denk ook dat die impact merkt. is niet zo lang genoeg ben actief, actief ik, sport. Ik ben er bij volledig van, van bewust, als je rookt en je gaat in de fout, de steerste en ze gaan gebruiken omdat ze dan een stok hebben om, om op je te slaan. Dan zijn mijn kwaliteiten daarvoor anders. Nee. Het is misschien omdat je het niet wegstak, dat je het niet verdooit. Ja, maar ik kan dat ook. Ik kan, ja, dat is nu heel raar dat dat gaat klinken, maar ik kan ergens ook nodig. Ik kan nodig om mezelf te zijn en om het beste uit mezelf ook te krijgen. Ja, dat snap ik. Ik denk dat een voetballer in een heel kwetsbare positie zit. Ja, als je mij. Ja, Ik heb het ook over laatst zelf gezegd. Uh, moest ik me zo gedragen als de perfecte school, hey, als een engelke? mijn orioke, dan nou weet ik niet of dat ik het best deed met z'n halen op het voetbalveld. Je zit hier wel schoon in je wemmetje, gelikkes in, in de haren. Ja, ja geslaagd hè? Ja, je. geslaagd hè? Met, met perfecte schoondagscorona. Perfecte schoondag. Ja, ja. vandaag ja? wel gekeken. We wel bijna nog geen dochter op, maar. Ja, ja. zwijgen. Maar, 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 ja, ik, ik, had dat gewoon nodig. Iedereen die met mij samengespeeld heeft, ja, ik, ik had echt een los in, maar ik voelde me goed. En er zat ook geen kwaad in. Ik heb nooit geen Lekker leger, een tankstationtje, dronken. Uh, nee, nee, okay. Ik ken niet like, van den Borre, Allah Akbar geroepen. Allee, zo'n ding deed ik niet. Wat deed ik wel? Mijn ja. zwaailicht opzetten op mijn... Uh, tweede... Ja, dat verhaal moet je eens vertellen. Dus file, en jij hebt een zwaailicht in je auto. Ik had, ik had een zwaailicht, uh, via-via, heb ik eraan geraakt. En ik had zo'n truitje van Olivier Stelly, die is echt op een flikkenbak, uh, flikkenuitrusting. En zo'n Fort Sierra van vroeger, uh, dat was zo... Mijn tweede auto, want de eerste had ik kapot gereden uh, Op het stadion van Club Brugge trouwens. En, uh, ja, dat is toch een beetje een jaag allures. alures. Op, op de parking oh, ja, van ik, club ik dacht dat ik met een auto kon rijden en, en een handrem kon rijden op de parking van Club Brugge. Ja, dat is dus niet goed uitgevallen. Want ik ben dan op een supporter van de club. Ik heb dan mijn Champions League kaarten als compensatie gegeven. Dat was allemaal in orde. <laughs> dan, heb ik, dan heb ik een witte Forciera gekocht. Ik, ik trainde dan toen, ja, 17 jaar. Toen begon ik al mee te trainen uh, met de eerste ploeg. 17, 18. En uh, we gingen gaan met Trond met Solid we gingen dan uh, naar... Uh, Stukje Kota los gaan in Kloedemidie. In Teambuilding. Dus ja, je weet ook, 30, 40 mensen, maar Solid had altijd een grote kern. Ik zeg, ja jongens, uh, dat gaat u toch lang duren tegen dat we van uh, sint Andries bruggen naar Jabbeke naar de pijnbal aan het Klein Strand. Ik zeg... Uh, voor de mensen die Brugge kennen, Los Amigos, de café die, nu af, die er niet meer is. Het politiebureau ligt daar recht tegenover over aan Café de Plaatsen. En uh, ik ken mijn auto uh, ja, op het kruispunt gezet met mijn zwaarlicht. ben uitgestapt en ik heb uh, heel de voltallige a <laughs> doorgelaten. Dan uh, rij je door oh, nee. op de Gestelse Steenweg, de brug over van Dottostrade, waar uh, onze anticair Paul de Grande een beetje verder woont. Is dat daar bij de Kinepolis? Nee, nee een beetje verder. Ah. En... Uh, op rit Jabek en dan heb ik, uh, ja, over de witte lijn, zwaailicht aan, ik aan. ook zo als wenschap uh, Chris van Puinvelden en Tronsoliet een keer langs de kant gezet. Uh, <laughs> Sandy Martensek uh, op uh, de autostrade met een bivakmuts uh, langs de kant gezet. Maar oh, wacht, wacht, wacht. Je, je vertrekt dan op training. Je ziet dat, dat die voor u rijden of zo. Ja. En je zegt, kom en dan op, blijft je daar achter rijden om dan op een gegeven moment. Ja. <laughs> maar ze gaan er nooit de eerste keeper worden toch? Is dus je een trainer aan de kant zet. Ja, maar... Ja, ik, had, ik wist niet dat, dat men een trainer was. Ik kan het vermoeden. Ja, kan het vermoeden toen ik uitstapte. En dat, dat ik dacht van, ja... Maar ja, kan ik Als je dan terugdraait, dan komt het ook maar raar over. Dus ik van, ja... Dus ik weet niet, misschien herkent het niet. Dan zeg ik liever van, ja... Voor de grap, boorddocumenten... Tenminste. Ja, maar pas op. Zij wisten ook dat ik ding ding, ding en dat dat, dat ja. Hoe reageerden ze ervan? van Pijvel? dat, dat allez, En ze zeggen trainer. Ja, ze boorddocumenten trainer. Ja, gewoon zo van ja, alsjeblieft, trainer. Uh, ja. En dan die ja, die oh, wisten maar met dat ik lach, echt ja, waar? Ja, ik bedoel Jan Keulemans kwam bij ons trainer. Hij was bij ons trainer in Club In De eerste training weet je op Club Brugge altijd veel volk. En dan doet de kastjes een uitleg. Oh, gasten, nu ze seizoen. Dingen, dat, dat, dat. En ik kan op voorhand gezegd van, ja, sterk, ja, sterk. Ja, dat is van een, en dat liedje. En dus die had gedaan met spreken: Normaal begin je dan met drie toertjes opwarming. Ik zeg, ja, trainer, trainer. Ik zeg, ken nog een vrouwtje? Ik zeg, ben jij echt zo sterk? <laughs> ja, ja, dat, dat was zo van die mopjes dat ik deed. En, en ja... Iedereen wist dat, maar ik kan wel voor iedereen respect. En dat klinkt nu heel raar, maar als, als, als trainer Keulemaans vroeg aan mij doe dit, doe dat, dan denk ik dat. Als Frankie van der Helst vroeg van doe dit, doe dat, Mark ook. Mark de Grijze, ja. Die, die weten ook dat er geen... Allee, dat was grappig en dat was niet slecht bedoeld en dan ging daar niet kwaads van uit, maar ik kan dat nooit. Ik was een jong van rond de kerktoeren. Ik ben... Ja, dat is mij ook misschien verkeerd uitgeremd. maar ik ben opgegroeid op de straat. Hè. Maar je bent toch ook opgegroeid als wel groot keepertalent? En dan ook Club Brugge, ja, dat, geluk, dat geluk had ik en, en, en ik kan het voetbal en ik reageerde mij daaraf en ik kon iets. Want ik was eerst voetballer. Hé. Ik ben maar op mijn twaalf jaar, 13 jaar keeper geworden. Hé. Ik heb mijn transfer verdiend in de jeugd naar Club Brugge, bij, Want ik speelde bij Warenham. Zulte, dat we nu zeggen. Waregem zeggen we niet in Kortrijk. En uh, ik speelde, ja, de eerste half speelde ik en ik schiet een vrij schop in. Ik stond eerst in de spits. Ik was iets te traag. Middenvelder kan de vista, maar niet de uithouding. En dan voorstopper, voorstoppers. Ja, dat ging me af. En, uh, en maar ik wou, keep ik wou wel keeper worden, maar ik mocht niet van mijn moeder. Dus, ik had mooie tanden. En, uh, en keepers ja, hebben ik, geen ik, mooie tanden? Je, ja, een duel en stukken uh, stukje af. En uh, ja, ik ben toch een stuk tand verloren uh, als voetballer. En ik schoor <laughs> vrije trap. En iedereen gaat naar binnen voor een appelsientje en een fruitzapje te drinken in de rust. En ik deed mijn keepers aan. Ik pak de bal en de tweede naam speel ik. pak een vrijschop, pak een pinanti. En dan Fabian duik uh, toen uh, trainer bij Club Brugge van de jeugd. Die zei uh, twee weken later: ja, kom eens testen. En dan kwam Hans Hallien, die zei: pak je. Wil je En dan is hij mij in Meulenbeek gestoken. In de Vilo Sportschool. Dus Vilo Meulenbeek. Tosco, in tof sportvoetbal. Ja, nou, daar heb je ook een boeks over schrijven. Dat was fantastisch. Ik heb het gevoel dat je een trilogie uh, kunt uitbrengen. Ja, maar allez, als je niet Dimartis met zo'n zwaailicht van de, van ja. de kant altijd dat kan zijn dat zo'n gast er heel slecht op reageert en dan u gaat zwart maken, bijvoorbeeld. Eigenlijk hoopt hij dat hè? toch zelf, ja, ja, nee, nee. ja, kijk, ik, 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 kan, ik kan heel veel verdragen en je mag met mij de spot houden en je mag met mij lachen, maar als je mij ja, probeert te, te, naar beneden te, te halen op een bepaalde manier, ja, dan pak ik u wel aan naast het voetbal. Ja. En ik zie dat dat uh, hier achter het scherm, dat uh, Thomas van der Spiegel. Ja, ja uh, Thomas, kun je eens zwijgen? <laughs> Thomas, Thomas, <laughs> kent die stem nog? Hij het daar ook uh, met zwijgen. <laughs> zie, zie, hoorde hoort een stem in die keld. lacht al. <laughs> Vraag dan Thomas, hey, hey, wij hebben samen, hij heeft nog geëvalideerd bij Lieve Maarschalk, hé hey, Thomas. En uh, hij kwam zot van mij, hè. Hey, ik babbel tegen iedereen. Hè. De Koen Wouters komt daar, Natalia, ik babbel tegen iedereen. En ik, ja, die kwam knettergek van mij. Hè en de reactie zegt genoeg maar die weten ook dat ik zo ben hij schrapt wel weg, dus dat echt misschien ook genoeg zijn er We zijn misschien scheiden aan, hè. <lacht> <lacht> ja, ik ben, ik ben mezelf en, 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 en op training ook het botst soms wel, maar ik ben wel de eerste, en ik dat de trainer George ook zei, en ja ik, ik heb met iemand samenspeeld, Masti Fantasti Jover Mast, mega geliefd in Kortrijk, mega geliefd in Maastricht, MWW. Ja, die belt mij s'nachts. Ja, ik heb, een, ik heb een probleem. Kom bij jou al. Ja, goed. Spring in de notwing, Ik ben er. Hè. Mm -hmm. Dat ik voor iedereen. Gouden hart. Ja, natuurlijk. Maar ja, je zit, dat was nog toen het uh, ideale gedachtegang van we zijn een team. Hebben we en de, 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 de groepsfeer. En ik ben ook zo gevormd op internaat. Ik heel mijn internaat uh, van mijn veertien mijn jaar op Filo Meulebeke. dag en nacht met Winter van Oudenaarten. Dag en nacht met uh, Dieter van Turnhout. Ja, en dan. Elke dag gaan trainen op Club Brugge, zaterdag spelen, de zondag ik één dag thuis en dan ging ik naar mijn liefke. Dus je dus creëert zo een, een vriendschap, groepsgevoel, maar ik ben vergeten gewoon dat, dat, dat voetbal uh, de meest collectieve, individuele sport is. He. Je zit met iemand in de kleedkamer en je die komt overeen, maar eigenlijk sta ik voor zichzelf. En, hm. ja. Want in de eerste ploeg van Brugge werd je eigenlijk de dublure van de Stijnsteinen. Ja, ik, ik, ik heb nog een jaar langer moeten wachten, want Den Danny speelde dan nog een mega goed seizoen. Ja, Danny is voor mij een van de, ja, de keepers waar ik het meeste van geleerd heb. Qua positionering. Dat wel van veel mensen van, dat Danny Verlinde echt een toffe pace. ja iedereen Dat is een ongewaardeerde keeper, die eigenlijk een heel zot palmarès heeft, want die heeft wel WK's meegemaakt. En heeft hij niet bijna het meeste matchen ja, nee. als keeper ja, in de klas? Ja, ik ken geen ene keeper... Oké, okay, buiten Oliver Kahn, die heb ik ook zien trainen, een dag voor de Champions League hebben we gespeeld dan. Maar Danny, ja, die mocht, die mocht er daarop op peeren en die deed gewoon zo, en dat was balvast vast. Hè. Die is Spat. eigenlijk klein hè. Ja, maar die is zo snel is die kleine, en die compenseert dat zodanig goed met ja. zijn positiespel, die leest gewoon waar dat die bal gaat komen. Ja. En dat mis ik nu bij heel veel keepers, en daar heb ik heel veel van geleerd, ik stond ook niet altijd in het midden van mijn goal, want vroeger werd dat gezegd, ik moet in het midden staan. Ja, maar als je ziet dat hij dat anticipeerde, want nu, de dag van daar wordt hij heel veel door de benen getrapt. Maar hij was zo snel, hij was, oh, hij was niet normaal goed. Niet is, normaal goed. En ook, kwam... Sorry, doe ja, maar. Is het ook niet zo dat een spelersgroep blij is dat... De, dat die grappenmaker er al is, dat jij dat dan zei en dan maakt het voor de rest van de groep: ah, dat, is, dat is de glin en ja, schuif ja, ja. daar alles Mag op af. Je, tuurlijk, maar je weet dan ook van ja, 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 is knettergek, en uh, ja, kom je dan wel mee gaan spelen? En we zijn toch bezig met professionalisme. Ja, sorry, maar ach, het kunt op het veld. Het is niet omdat ik 15 grappen vertel of uh, dat ik bijvoorbeeld eh, uh, ja, iemand zijn kastje vol met sneeuw, sneeuw en met Red Bull volgepropt in, like in Kortrijk, dat ik daarvoor plotseling niet kan functioneren op een veld. Hè. Ik ben ook wel bewust, ik word ervoor betaald, het is mijn job, maar ja, ik heb dat gewoon nodig. Uh, maar je nee, snapt toch ook, dat, dat, daar ook wel, dat er ook mensen zijn die dat niet leuk gaan vinden als je die kastjes vol met sneeuw steekt en uh, Red Bull's. Maar dat zijn een beetje de nazijnpissen. En die zoek ja. je waarschijnlijk <laughs> bewust op, die gasten. Hè? Die gasten die er net niet tegen kunnen, zoek je oh, ook wat ja, op om, ik, te, ik, om ik kan, oh, Sven, is het leukste om mij Sven iemand Vermant te doen die er niet mee kan lachen. Hè? Sven Vermant die kwam knettergek van mij. Wow, de feel die... die... Geef je een voorbeeld van wat je met Sven Vermand gedaan hebt. Och, met Sven? Goh ja, niet veel. <laughs> Toch kwam hij Niet veel, maar ja, ik zweeg nooit, hè. Ah, ja. Ik zweeg nooit. Ja, dat, dat kunnen we vaststellen na ja. 50 minuten. <laughs> Ik zweeg nooit, maar, 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 maar als fan zei van, ja, Glenn dit en dan Glenn dat. Of als Gert Vrij naar mij kwam en zei van, ja, vriend, ik ben niet geïmponeerd. ik één op één bij u kom op, de, op, op het veld, dat is me altijd bijgebleven. Zegt hij, ja ik voor u kom voor de goal, het is altijd goal. In het begin, hè. En ze vlogen echt rond mijn oren In het begin kon echt het niveau niet aan. van het, Want je hebt drie carrières, hè, Je hebt de jeugd, je komt bij de eerste ploeg... En dan begint de tweede carrière. Want al bij de jeugd dat je gepresteerd hebt... Ik speelde twee jaar over bij de Nationale Ploeg bij de jeugd. Bob Roa is uh, Van Geersom, uh, Jean-François de Saar. Ik ken, denk ook twee uh, meeste EK's uh, eruit gehaald. Uh, ik, ik, al trofeeën van beste keeper. Maar dat telt allemaal niet. Ik kom bij de na ploeg ik pakte geen bal. En Iedereen, maar wat is dan het grote verschil? Ja, mentaliteit. Goed. Snelheid. Snelheid, ja. eh, precisie. Eh. En als keeper, denk ik dat je vertrouwen wel. Ja, maar je naar er... beneden, gaat ook. Als ja, ja, ja. Ik, ik was zo vol van mezelf op dat moment. Ik ja, bedoel, dat ik zei. Oh, ja, ja. En je kent dat, hè. Ja, als ik meetrain, ik kan dit en ik kan alles doen. Ja, ja. Het eerste dat ik deed was uit mijn netnaal. En, <laughs> uh, en hopen dat de training zo snel mogelijk gedaan was. Want uh, ja, bij Brugge staat er altijd 200-300 man langs de zijkant. Die zien dat ook, ja. ja. ik zweer het je, ik, ik, ik heb momenten gehad, en dan was het vooral met Solid, young boys, old boys, en dan kregen ze een hoop een, een, een rond, rond de oren. Zeker als je de dan, de, dan de net een lokker vol met sneeuw gedaan hebt. Dan ze ja, dat was een kort, trek, maar ik heb een brug ook nog stoten uit gehad maar, maar ja, dan, 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 dan zijn ze van, ja, zeg jij dat talentje? Zeg jij dat talentje? Je ja. ja, ga, ga, ga hebt zeep aan je jongen. En, uh, ik weet nog goed, Gert, Gert, ik kwam bij de en ik had last van mijn rug, en uh, de Gert zei, Onder de 21 jaar kom je niet binnen. Hm. Ik, kan dat, ja, ik was dan ook nog een ontwikkeling. Ik kan dus een beetje een uitslag. Acne op mijn rug van een verkeerde kleine kwetsuur, inspuiting met een combinatie van antibiotica. En ik kreeg uitslag. Dan zei Gertje, ja, 21 jaar komt hij niet binnen. En zeker niet met die in de rug. Want het is precies dat je in de brandnetels is gevallen. <laughs> ja, ja, maar de, ik heb ook veel geleerd van Gert. Gert was een hele serieuze profe, hè? crimineel. Hè? Voortraining ja, ja, bezig, na training bezig. En die mannen zwegen, maar die mannen gingen wel nog bij gaan lopen met het Bos. En ja, dat waren de, 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 de mannetjes. Hè. Ja, uh, ja, ja eigenlijk deel. is dat logisch. Hè, dat het ja. is je werk, je training zelf is twee uur. Dus het is logisch dat je ervoor ja. voor en daarna wat bij doet. Ja, maar, maar op dat moment, ja, ik ben daar dan ook gegroeid. Tot op een bepaald moment, het is jammer dat Stijn hier niet zit, maar onder Jacky Mathijs in de voorbereiding heb ik echt een voorbereiding gespeeld dat, dat ik eigenlijk, uh, ja... Het nadeel was, Stijn had het statuut, rode duivel, uh, nieuw contract. En dan kun je niet onmogelijk uh, zijn plaats innemen, dat weet ik ook. Daar kwam je dan... goed voor in met Stijn. Ja, ja. Maar ik meld af of je zo als tweede te keeper goed. goed overeenkomt met je eerste goed. keeper. Ja, maar je hoopt toch op een... Op Hoe bedoelt je het? Nee. Je hoopt dat er wat minder gaat. Op dat moment niet. Hoort. Dat was echt uh, van mijn kant pure vriendschap, ja. Omdat je ook bang was misschien om erin te komen. Bang. Ik was van niemand bang. Want op dat nee, moment... Nee. Ja. Dat is ook bevestigd geweest in het seizoen later tegen Lokeren, die wedstrijd. Uh, volle titelstrijd met Matthijssen. En uh, in de voorbereiding en dan de week daarna tegen Charleroi en dan een beetje later op, 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 uh, op Warahem. Ja, ik was er wel klaar voor. Een, maar ja, er spelen ook andere factoren mee. Uh, Stijn had die de vorige keer ook verteld. Dus, ah, dus ja. je kijkt met MIT. mit. Ik ken, uh, In Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika? Ja, nee, nee, ik ken het hier uh, nu over okay. laatst gezien. Nu pakt hij dat mee naar daar en kunnen we daar misschien ja, voilà, ja, uh, beginnen. Ja, ja. Ik kan MIT met SA beginnen, Zuid-Afrika. Ik wil voilà. graag zo'n Moeti te gast hebben. Ja, ik, wil, ik, uh, ik, ik wil wel eens dat ik terug ben en uh, corona laten toe. Ik kan eens vragen: moet die, moet die man of dat die corona kan uh, doen verdwijnen? Ik kan hij dan man? ook uh, Sam uh, iets. Maar nee, nee, Ik moet die echt die niet vies, die soort van snor hoeft echt niet. Een permanente snor of zo. Nee, nee maar ik kan echt. Allee, ja. maar, allee, als, dat, als dat zoals bij die Kuga's zijn, dan maak ik me ook niet te veel zorgen. Zo. <laughs> het moet maar één keer werken, hè? Ja, ja. 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 Moet echt niet. Glen. is het trouwens nee. Glen of Glenn. Glen, uh, blijkbaar kom ik, uh, is de naam afkomstig van Glen Miller. Dat zei toch mijn ma en mijn pa vroeger altijd? Ken ik dat? Dat ja, ken ik ook niet, maar. <laughs> maar bijvoorbeeld het, het verhaal van Hij van Hazenbroek. Ja. Uh, op de tonen van Dos van uh, doet er nog een kilootje bij. Twee kilo's, hè? Twee kilo's. Ja, bij. Is, Tegen je uh, eigen coach. Ja, maar dat moet toch kunnen? We zijn op een teambuilding. Dat ja, is ook wel... Dat, allee, veel van die verhalen zijn altijd zo van op een teambuilding. Ik ken... ik, ja. ik, ik er dan al wat bezopen, om het zo te zeggen? Nee, dat zegt, nee, van, ah, nee ja, zegt ik nee, ken... Dan de, zie de, je nu toch dat ik dat niet nodig is. De, ik, ik moet wel een heimer kennen. Ik ken wel de, de jongens die toen moslim waren. Ik heb per ongeluk uh, een papillotje... Ik deed de barbecue. <laughs> en ik heb een papillotje met vis gedaan en het oog verloren dat zij uh, <laughs> geen alcohol drinken. En ik kan er een scheutje witte wijn, dus bij deze verontschuldiging, dan Karim Bellossine en dan al de rest. <laughs> maar ja, nee, ja. maar dat heb ik echt niet espresso gedaan. Nee, nee, ik, ik heb ook. veel espresso gedaan, maar dat niet. En dan een barbecueetje gedaan en hij en zei van ja, Glen, twee kilo eraf en dan is dat de scherper. En, en je zit hey, dat elan van vorig jaar moet aanhouden. En ik zeg, ja, hoe? Goed. Ja, ik zei ik doe mijn best, maar ik heb altijd gesukkeld met mijn gewicht. En ik lette gedroeg echt niet op <laughs> Dat was het probleem, hè. ja. Ik, ik genoot graag van het leven, hè. en uh, En ja, en dan... Uh, dan zeg, begint het te zingen. En, en dan zegt Gijn van, ja, je kunt twee vrije dagen winnen. Sketchen, akkaarsteen, liedje, gedichtje, maakt niet uit. Uh, ja, Performen. Dat moment. Ja, ja, ik, ja, jij bent twee centimeter groter. Filip van de Wallen komt naar mij en zegt, hij hey, we doen daar Twee cervezas. Wat denkt er ervan? En van het een komt het ander. Jij hebt dat filmpje gezien. Ik weet niet wat je... gaat hebt dat gezien, hè? Op, ja, ja. op de vorige podcast van Kortrijk is het waarschijnlijk getoond. radio ja, ja, ja. Dat was, dat was crimineel, hè. Ja, heel, vooral Damiala hè Dus we komen erop. En je weet hoe jij wandelt. Hij wandelt, ja zo messenaar. Nee, <laughs> ik kan, nee, hij, kan nee, er heel veel schrijven wat hij aan het doen is. Ja, het er er, he, als, hij, als hij wandelt. Dat is een slechte uh, dansbeweging. Ja, normale mensen die wandelt zo. Maar hij die wandelt. Oh, sorry. Die wandelt van links naar rechts <laughs> met zijn armen. Je moet daar eens op letten. Dus ja, dat zijn zo ja, dingen. Ik ga daar nu op letten en dan nooit meer kunnen ontzien. Hè. En, en dan, dat zijn dingen waar ik dan op let. Hè, en, dan kom, en dan heb ik vlug een kussen of twee uh, onder ons, ons hemden stopt. En, uh, en dan begint dat. 1, twee, drie. Dus, uh, twee, en dan uh, komt Damiela Hedder bij, doek doek doek, ja. twee kilootjes erbij, en, ja, en dan heb je daar heel tekstje op gemaakt, ja, heel de groep die ging kapot, ja, de momen is zo, die vragen het maar, ja, die, die, die kon niet meer. Heb ja, op zich de opdracht wel goed gedaan. Ja, tuurlijk, en, en Hein kon het ook appreciëren, ja, natuurlijk, ja, het was wel een statement, ik ben ook mijn twee kilo kwijtgeraakt, en, dat, en we hebben heel goed samengewerkt, alleen, ben ik heel en, en Ik wist dat ik niet ging kunnen blijven in Kortrijk, want ik was drie jaar al gehuurd. En dan zeiden de verplicht ofwel worden verkocht ofwel gaan we weg. En ik had wel graag uh, alles gespeeld en afscheid genomen. En zeker de laatste wedstrijd tegen Zulte. Ik kan nooit verloren tegen Zulte. En dan, ja, dan worden we langs de kant geschoven. En dan heb ik zoiets van, ja, jammer. Maar ze hebben ook heel lang gewacht in Kortrijk. Hè. Ik zat in het zuiden van Frankrijk. En een dag voordat ik terugkwam, uh, belt Jean-Marc de Grijs mee. Ja, Glen, niet boos worden. Ik zeg ja, wat? Ik kan dat, dat bijgetekend bij Kwartrek, voor nog een jaar. Ja, het is Hein van Aalsbroek. Ik zeg ja, geen probleem. Ik zei, laten we aan tafel zitten, we klappen dat uit. Ja, maar wacht, 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 daar gaat de luisteraar niet begrijpen. Ja. Is ja, en dus ja, dat is na teruggekomen. In het eerste seizoen bij Kortrek is hij er een Het is alomgekende Dus jij geeft uh... aan Vlemings tips over hoe de keeper moet kloppen. Tips. Ja, ja wordt gezegd. Word gezegd. Ik, ik zou zeggen dat het is: in Kortrek komt vroeger, hè. konden we nog samen plassen. Dat het piscine. Dus Tom Soetaars, Wouter Frank, Bjorn komt binnen. Ik ken Bjorn in de Nationale Ploeg. Toen de plaske, zegt hij. Ah, Dikke, waarom speelde hij niet? Eh? Uh, ik snap dat niet. Ik zeg ja, kwets te geweest. Ik zeg kijk, ik ben uit kwetsuren. Ik zeg maar, ik speel woensdag tegen standaard. De beker die toen Christophe van Hout met, met verven vervuild heeft. Hij zegt ja, uh, ik kan het niet begrijpen. En ik zeg daarop, ik zeg ja, tegen Moes Kroen was het of een andere mensen. Dan ging Peter uh, Mollet onder een bal door. Ik zeg ja, bal is een sterk punt nu, dus je weet wat je moet doen. Wouter zegt dat tegen Xavier Chen. Xavier Chen heeft in Kortrijk gespeeld. Ja. Chen belt naar Heijn. En de Riembram zat erbij. Maar ik moet er ook wat bij zeggen, want dat is nooit gezegd geweest. Ik kan ook mijn geld niet gaten. Ik heb vier maanden in Kortrijk gespeeld voor, voor, voor niks. Hè. Dus hoeveel spelers gaan er vier maanden? We gaan daarna nog eens kijken. Ja, want ze waren net in eerste klasse En ze hadden een week voordat de, de competitie 1 miljoen euro budget bij me niet van spreken. Hè. Dus ik heb er allemaal niet van gemaakt, maar dat was wel de kans. Want het moest het zo waar geweest zijn en zo schadelijk geweest zijn. Ja, waarom? E.A. Waarom is mijn contract niet verbroken bij Club Brugge? Want ze hebben mij drie maanden niet betaald. En de laatste dag, want ik ging een brief stijven naar de FIFA. En ik was vrij. En ik ben bij Michel van Oeven. Maar moest uh, Brugge nu niet betalen? Nee, Kortrek moest u betalen. Kort, ik was gehuurd. Hè. Ja, maar ja, kun je kunt ook dat de moeder. Ja, dat is een constructie van mijn loon. Kortrek zegt ja. Korter, ik zeg, ja wij betalen niet meer. Terug naar Brugge. Plotseling ben ik een stuk stront in die van Bruggenro. B-kern, betaal me niet. En ik zeg ja, geen enkel probleem mee. Geen enkel probleem. Betaal me niet. Ik stuur een brief naar de FIFA, ik ben vrije speler. De mm -hmm. laatste dag ben ik in kantoor geroepen geweest. bij Michel Dogen thuis. Philips Dont was dan general manager. En uh, ik was nog niet een trap naar beneden en het was al gestort op mijn rekening. Dus als het allemaal zo erg geweest is. Ja, nee, nee, nee. Gooi okay. me dan buiten. Dan zijn ze van mij verlost. Ja, ja, maar het was een mug, in, een scheet en in een, in een, fle, een fles. Ja. En het jaar daarachter ben ik teruggegaan geweest. En dat was een hele moeilijke start. Want, oh, ja, ik... Maar George Leek is, had u, er, had u er gewoon teruggepakt. Ja, maar George ziet door die ding. George ja, is ook trainer, trainer geweest, is speler geweest. Die, die alles meegemaakt. Maar, die zei alsof ook, dat er aan PCN geen erger dingen zijn verteld. Met alle respect het maar het onder het voetballers. Gebeurt, maar ik moet onderbreken. Ja. Ons, ons Play sports uur zit erop. Ah, oké. Okay. Ah. Dus we moeten hier afscheid nemen, maar we zullen nog even doorgaan. Uh, Mid-mid met Glen Verbouwweden aan de ja, ja. PlaySports-kijkers. Uh, als je verder wilt luisteren, moet het op de podcastkanalen van Friends of Sports. Als je verder wilt kijken, op het YouTube-kanaal van PlaySports. En wij zijn er volgende week terug met de sequel met Wesley Song. Oké. Okay. Ja. Van was dus een tiendelige serie op YouTube. <laughs> Aan 1099. Ja. Uh, maar zorg maar, maar, maar ze ook voor. Ja, dat is een in Nee, ja, maar ik dus het wel even. Want het is nu heel snel. En. Ja, ja, ja. We het toch, het voor de duidelijkheid. Ja. Dus dat gebeurt. Cortex ja. stuurt je terug naar Brugge. In Brugge ga je in de B-kern. Ja. Leekens wordt dan trainer. Van... Mocht, zelfs niet meer op de, mocht zelfs niet meer in de buurt komen van de NA-kern. Ja. Je moet dan al zoveel jaar in de NA-kern zitten. Uh, en kent, aan huis in, kent aan huis zijn, dertien lokaal bij Blauw-Zwart en ja, dan, dan, dan denk je van ja, dat was echt uh, voor mij een mes, mes in de rug. En dan had, dan had ik echt zoiets van, zou ik wel nog terug kunnen een Club brengen? maar het was ook mijn initieel doel om terug te keren naar Club Want dan stelde je de vraag van, kan het nog functioneren? Want als ze uh, over zoiets al, want waar gebeurt het niet? Het gebeurt in de media ook. Jullie bellen naar elkaar. Ja, get die primeur. Ja, hoe komt het? We gaan die samen releasen. Het gebeurt overal. Het gebeurt, het gebeurt in het bedrijfsleven. We hebben, we hebben nooit primeurs. Maar. Ik wil er wel veel geven. Maar. Nee, maar, maar, maar het gebeurt gewoon in het dagelijkse leven. En. en maar ja, en het was ook... Allee, en wat was je er Ja, maar Je hebt nu iets gezegd, wat dan normaal gezien, als die mega professionele analyse doen van de tegenstander... Dan zien die dat vallen, ook. Ja, Dit was echt niks, hè. Dit was eigenlijk okay, echt ik niks. Ben ik ook. ben vanaf. in de fout gegaan, omdat ik geen, geen respect ja. opgebracht heb voor mijn teamcollega. Maar daar zou je normaal gezien met verontschuldigingen... Maar denkt u nu waardelijks dat er in het voetbal niet achter de rug wordt geklapt? Natuurlijk. Ik weet... Ik ga ze nu niet zeggen, maar in Brugge... Dat is dan weer jammer. Zelfs... Ja... Jan van Winkel was toen in de tijd dat het slecht ging, het grootste lek in Club Brugge. Iedereen van de kleedkamer wist het, maar ja, bij wijze hè? Ja. ik weet het wel, want ik heb de sms'en gezien die naar de journalisten werden gestuurd. was ook mijn vriend niet. Ja, dat jij voer... ook wel close werd met de journalisten dan? Ja. Ik was niet close. Ja, maar de voer hier vorige week toch ook bij Anderlicht: weet je, er is altijd een mol. Altijd. In Brugge is er een mol. Ja. Maar Mollet, heeft hij dan niet gezegd, ja, Glenda had dat niet moeten doen en uitgepraat? Dan is oh, toch nee, ja, ja, nee, ja, we nee, me niet meer teruggezien. Ah, <laughs> je bent gewoon direct staan Ja, te maar ik ken Peter Oops. al van de tijd van de Club Brugge. Ik heb me wel verontschuldigd. Oké, okay, we wij, wij, wij staan op goede voet. We zijn gewoon nooit geen beste vriend worden. We hebben nooit niet goed geklikt, maar we hebben altijd wat... Allee, ik heb mijn fout eh, toegegeven. En ik ken altijd respect en hij heeft ook een heel goed seizoen gespeeld. En ik vind het ook raar dat hij nooit verder in eerste klas kunt spelen, want hij was echt ook goed. Ja, maar ja, iedereen wist nu dat hij op hoge ballen niet goed was. Ja. was ik was, was ook niet, goe ik was ook ja, niet ja, goed ja, op, ja. op hoge bal. Ik was ook minder op hoge bal. Ja. Maar en als dan het, het, het Stijn-Stijnen-frigo-incident bij Brugge ja? losbarst, ja? denk je dan niet, ze kunnen mij terughalen? Nee, het is het mij. Ja, ja, ja dat was toch ook, ook al. Ergens wat voor 50%. Uh, ze in, januari, in januari was er met Luc de Vroe een onderhoud en dan ging ik bijtekenen. En dan was de woorden gezegd van eerst moest Stijnen verlengd worden vijf jaar. Hè, en dan zijn jij aan de beurt en dan verlengen we met vier jaar en een half. Of vier jaar. Zie je er zitten om nog te blijven? Want als Stijnen nog één jaar goed speelt, is die weg. Want X, Y, Z. En dan zijn je er klaar voor. Ik zeg ja, tuurlijk. Dat was het doel. Daarvoor heb ik aan mijn dertien jaar bij Club Bruggekomst voor hier. Het te doen. En ik koos nooit voor het geld. Hè. Ik heb nooit voor het geld geschoten. Dat klinkt heel absurd. Maar... Want dan wie is de opvolger? Uh, Johatsevic. Ja. De flop van 2,8 miljoen. Want die zijn zelfs gaan halen buiten de transferperiode. Ja. Dan is er dan nog uh, Vladi geweest gaan halen, Kujovic. Dan hebben ze de vlieger erbij gehaald. Maar zat de vlieger daar niet al? En dan hebben zij. Ze hebben heel veel doelmannen versleten daarna. Ja, hm. Terwijl datgene had die goedkoper was, en sorry als ik het zeg, dat klinkt heel arrogant, maar ik, kon, ik was wel de even knie van veel. En ik kan nog doorverkooppotentieel. Ja. En Jorgasovic, die is door de keuring geraakt, met, met een oosje dicht te maar want die had een slechte knie. En hij ja. Ja, zat nu afgeschreven, in uw oog ja. de waardigheid voorbij. Er, er, ik, ik wist te veel van... van, van ik was stond te dicht bij, bij Stijnen, ik wist te veel van de interne keuken. En ja, dat snap ik dan wel, dat ze bang zijn als ze zoiets met Stijnen hebben meegemaakt, wat, wat de waarheid nu ook is, dat je wel die zijn een beste vriend, zeg maar, ook... Ja, maar Vincent uitlaat. Mannert was mijn eerste manager. Okay. Was hij dan mijn manager uit principe dat hij het goed met mij voor had als persoon? Of was hij daar om zijn zakken te vullen? Want ik, ik ben al betaald van mijn 16 jaar. Hij heeft ook mijn contract met Radio, dat, hij was aan 16 geregeld. Dus hij heeft wel goede zaken. Dus ik manager denk toch wel dat Vincent, Luc Nielis, Vincent Mannert, was mijn eerste manager. Die zijn bij mij thuis gekomen in de tijd. Ja, dan denk ik wel dat die met mij oprecht begaan worden. En dan ga ik er ook van uit dat die mij kennen als persoon. Ja, dat snap ik wel. Als je zoiets hebt meegemaakt met zo iemand, dat je wel even kunt zeggen... En, en, en nee, was het al... De, was, denkt u nu waarlijk dat ik uh, twee zak zou zijn? Mocht ik het kunnen afdwingen om eerst ik het niet, maar te zijn? Ik ben zijn. aan het denken, als ik een club zou hebben en ik zou zoiets meegemaakt, wat een zeer absurd en wel ja. raar verhaal is, en dat een, je wel ja. geen risico's meer neemt om zoiets nog eens mee te maken, dus dat je wel... Daar volg ik u wel in, want als club. Eh, maar ze hebben het met die raad meegemaakt, toch? Hè? Achteraf. Die raad is toch ook losgegaan. En heel het stadium tegen hem gekregen. Die zit er nu toch ook terug. Ja. Dat is ook geen. geen nee. Een heel lieve jong, nee. Een heel lieve jong. Maar, maar die ging ook los. En dat hing, was publiekelijk. Ik heb nooit. Brui, discrediet, nooit uh, gedaan. Jij hebben ze op zich nog wel graag gezien, toch? Maar alle fans ah, hebben nu ik... toch heel graag gewoon met ge... van daar. Ja, net, omdat ik uh... tegen Jan en alle sprak, er is geen ene dorpsgek die, als ze zeiden tegen mij: "Klen, jij gaat vanavond, maandagavond, supportersavond, jij gaat nu naar Tongeren uh, samen met Koen daar. Ja, uh, op de notte Koen en ik, omdat Koen van Tongeren was en ik was er. Ja. Maar ik, ik, ik praat ook tegen Jan en alle man. En nog altijd. Ook, ja. Maar, maar ja, er, is, er komt veel dingen bij te kijken. Want, alja... Diplomatie. Dat had je misschien kunnen helpen in, in die carrière iets te begeleiden. Ja, maar, te die, maar ik geloof wat, wat gezegd hè? dat dat waar is. Ik moest mezelf kunnen zijn. Ik geloof als jij een rolletje had moeten ja. spelen in je carrière, dat je ook niet ging geaard hebben. Ja, maar je moet ook jezelf kennen. Hè? Na de wedstrijd, ja, we gingen uit, ja. Wij zeverden tegen de vrouwtjes, ja, wij deden dit, ja, wij deden dat. zei jong. Dat vind zo mooi. Vrouwtjes. Zeggen. Vrouwtjes. Uh, nee, vrouwtjes maar... en dit en dat. Ja, maar ja, capriolen. ik bedoel. Ja. Maar jij weet niet dat je geen grens hebt overgegaan in die ditjes en die datjes. Nee, ja. om de, omdat ik, op, omdat ik, om, omdat ik op, op tv kom en omdat ik uh, een, een voorbeeldfunctie heb. Ja, goed. Ja, ja, toch? Ja, ja, nee. Ik vind me niet meer dan een ander. Ik voel me niet... <laughs> Krak. Ik voel me niet, ik, voel me niet, ik voel me niet meer dan een ander. Ik ik had gewoon het geluk dat ik op een balkon schotten en dat ik een balkon neem, en dat was het. En vervallig stond er ja. een camera bij. Zo zie ik het. Oké, okay, maar als er van, 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 van het feestleven na de wedstrijd dingen tot bij een bestuur geraakt of tot bij een trainer of een technisch directeur, dan weet je van... Ja, dat is hier niet ideaal als het over contractverlengingen en zo gaat. Ja, maar dan kijkt nee. er nog altijd van, oké, okay, uh, ik was niet zoals Bosco Balaban, die toekwam en zei van, uh, tegen Geertje Riekebus, Geertje, Geert, die is 500 euro, go tell trainer, coach, en Bosco is higher today, don't training. Dat deed hij dus, hè? Eh? Ja. Maar Bosco heeft onder een 12 matchtraining gespeeld voor Club Brugge en schoot er 56 in. Kunnen jij niet zeggen? Bosco ging, was ook <laughs> de ene die recht stond voor de bekerfinale en die zei uh, president let's talk about the cream for my hand. <laughs> dat ja, is ja, goeie. ja, ja, een goede uitspraak die crème Ja, maar die hand. zei het ook gewoon letterlijk van kom uitleg van history en ja, allemaal goed dat wel zit, maar Was gaaf, het. Talk about ja, dat is de bekerfinale tegenstander Ja. Posco zei gewoon uh, wij moesten de Supercup spelen Tegenander, uh, tegen Anderlecht. Bram die vrijtrap trap binnen, binnen schiet. En Bosco nam gewoon zijn portefeuille en die zei tegen uh, de coach: I is 500 euros. I give you 500 euros to not play. <laughs> ja. ja, dat vind ik ook. Maar wel je erger. speelt voor een trofee en wat krijg je daar? Ik weet wel. het nog heel goed, 700 brut. Het gaat nu niet over het geld, maar dat is je eerste trofee dat je van het seizoen kunt winnen. 700 euro brut voor de prijs. Ja, een dat was het. In Brugge was dat vroeger vast. Ja, dat is, ja, is supercup. Een beker okay, ja. van België, dan hebben we 25.000 net gehad. Bos... Voilà. dat is al een verschil. Hè? Net. Hoeveel? 25.000 25 net. net. Per speler? Ja. Ja, oké. Zoveel, is er toch bij, zoveel is er toch bij mij binnengekomen. <laughs> ja, je hebt misschien alles. Hoe mooi ook dat je per speler zo vol nee, maar ongeloof. Ik, ja, ik was aan tuin ik het uitdelen hoeveel staat er veel. op dat blad en je dan praat over een premie. Ja, maar ik, 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 ik heb uh, ook de beker van België. Ja, 700 euro krui een supercup. Ja, ik ja, heb, heb nog een contract gehad onder Antoine van Oven, waar ik zelfs niet moest spelen en toch de premie van de eerste ploeg, 60% erop. Je moest niet op blad staan. Nee. Maar dat was een part of de deal, want op mijn 16 jaar ging ik normaal naar Arsenal of naar Monaco trekken. En dan ging ik naar Stade René. Uh, Bernard Lama was dan daar keeper, want dat is dan in elkaar geflanst om die te ontmoeten. En dan ja, ik heb ik semi-prof getekend. Maar dan heb was... je bij Brugge wel toch nog geld verdiend, want je hebt veel gewonnen, veel gespeeld. Ik de, denk 12 uur op de loonlijst gestaan, ja, daarmee mm. is alles gezegd. Het enige nadeel is, ik heb gewoon niet geslaagd. Ik heb maar 20 matchen gespeeld. Eén en blunder tegen KV Kortrijk, kwartfinale. Dat jaar dat we dan nog de beker winnen. Eén in, ja, Europese wedstrijd, Sudouva. Sudouva ja. Sudouva. Ik had wel, uh, één man en twee mensen. Eén man en twee, uh, twee vlagen hangt er. Dat waren supporters van Sudouva. Dat was uw debuut. Ja, piranti veroorzaakt op Europees <laughs> niveau. Ja. En is de minuut uitgekomen. Ja, ja, Dan nog stress gaat bij Stijn denk ik. Uh, Europees tegen Vallenrengen Rengen of zoiets. Ja, daar herinner ik me precies. Ja, de, de Swaz scoort daar. En dan, uh, oh, schitterende match in Bejiktas. We hebben altijd moeten winnen. De uh, scheidsrechter die daar ons een hak gezet heeft. Rovira Runje moest daar rood gekregen in op die Pinanti. Je nou, weet alles een nog. Schitterende. Ja, Ja, ik heb een fotografisch geheugen. Ik weet nog in Begiktas, Ja, heel dat stadion stond te springen. En dan moest je uit de kleedkamer... En zo, en aan de cornervlag kwam je op. Dan werd je we bespucht van die zaadjes, van die petjes. Ja, schitterende <laughs> Ik weet wel momenten. hoe zo ja. spuwen nadoen. Rode draad door de carrière, wel de spuwen. Ja maar, ik, ja, maar je weet ook, als je bij Club Brugge zit, ja, er zijn alleen maar toppers. Boutina, fantastische band mee, maar Boutina had, ook, Boutina had ook schijt aan alles. In die zin van, er was een probleem in die tijd met de handschoenen van Adidas. Ik had een privécontract met Adidas. Ja, wij hebben dan heel hard erop benadrukt. Er is dan een OPEC gekomen van de, vanuit het Duitse gedeelte. Die maakte dan alles op ons, op ons hand. En Boutina zei ook, ja. die heeft de laatste 15, 16 wedstrijden een competitie met mijn handschoenen gespeeld. Ja, die zei, oh, hij doet een keer. Hij doet een keer de de noise. Oké. De noise. Ja, maar, ja, maar zo'n mannelijk een Boutina en die ook het scheit eraan hadden. En die zou 500 euro geven aan een materiaalman om van alles te fixen. Ja. Er is dan ook een verschil. Als jij dat had gedaan, dat werd dan werd dat veel harder op aangepakt, toch? Ja, maar dat, dat, dat is... Dat is je die... hebt wel geen goede relatie met de media. Alles wat jij deed, nee. kwam er ook meteen in. Ik ken het, het nieuwsblad heel kwalijk genoemd, omdat, je, omdat er dingen werden gelekt die niet werden gecontroleerd. en ja, Kijk, als je naar mij komt, ik ben eerlijk. Wat werd er dan gelekt? Ja, heel het verhaal van Vlemings werd opgeblazen ja, ja, en feit. dit en dat. En vooral het feit. Ik heb ooit een interview gedaan. In het, in Tristra, ik deed altijd mijn interviews in het café. Telt het het uh, uh, Aspe, De crew van Aspen zat er dan. Omdat ik, ik was? Vroeger... Ja, blij. ja, tuurlijk. Francesca wow. van Tiel. Ja, en nu is dat. Vlak zeker. Wat lief? Herbert uh, Vlak. Ja. Maar ja, ja. Ik, ik ging niet naar na, na het putje voor Vlak, hè. <laughs> ik ging voor Francesca. Topgeriet. Ja, ja. Top ja natuurlijk. Maar je wordt een beetje nerveus als je erover praat. Ja, ja. ja. mooi moment. Uh, <laughs> uh, dus ja, heb je daar de interview gedaan? ik heb niks gedaan Ik lekker. geloof er niks en, en, meer van. En en en. Um, maar ja, ik, ik, ik heb daar het interview gedaan. Het verhaal met uh, het eh, het verhaal uh, in Vilo Meulenbeek uh, voor de wetenschap, uh, 45 kilometer aan min 3, min 5, uh, kop doet eruit, uh, half verlamd voor een paar dagen en natuurlijk de stempel was gedrukt. Uh, dat verhaal van de half <laughs> verlamd, just, dat was voor ja. een wetenschap dat jij... Ja, wij zaten op een sportschool. Brett Capon, Jorn Vermeulen, Gunter van Oudenaar. De... Kent jij dat verhaal? Lieber Blondel zat er ook nog ja. bij. Uh, er die. zijn genoeg getuigen, we konden vragen. We hadden een busje volgeplakt met stickers. Eh, van reclame van de Philo Meulebeke. <laughs> en dan hadden wij een chauffeur, die is uiteindelijk uh, gestopt, want die had een zenuwinzinking van ons gekregen. <laughs> en dan op een bepaald moment, ja, het was min 3, min 4. En dan zijn is zo'n Fiatje. Ken je van die raampjes dat je ze moet omschuiven? <laughs> En dan kom kop erdoor, 140 op dat astrade. En dan kom ik toe, en viel Hoe Mullebeek. Hoe lang had je dat volgehouden? Dat was, ja, een... was, was drie kwartier. Ja, dat was een zeer belangrijk detail om te zeggen: dat met, je drie en kwartier een, je En, hoofd en, een, ja, en de je... voorwaarde was, Hunter zei het, de voorwaarde was nat hoofd. Volledig nat. Dat, want het was echt aan het vriezen en aan het, 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 het haal oh ook. Jongen. ik kom in Mullebeek, ik zeg... Oké, okay. <laughs> ik heb echt twee dagen... Ja, ik had een ontsteking op de zenuw. <laughs> Raar, hoe komt het? Ik weet het niet. Maar <laughs> en en uh, ja, maar we hebben een fantastische tijd gehad. Uh, die van maar, maar wacht, dus uw gezicht is verlamd aan één kant op dat moment? Ja, want ik dus als jij lacht of één kant praat, het raam. Hè? Ja, maar als je so lacht of so praat, blijft not... zo'n ene kant gewoon staan, zeg maar. Ja, het was gewoon... Ja, en de kont ik bij een tandarts. En had je geen bang, dat, dat... Tandarts, je geen bang dat het permanent was? Wat, ben, wat is er gebeurd? Vraagt de coach toch. Ja, nee, toen voorzien? hadden Rudy Verkemping als trainer in topsport hè, en Joost de Sender. Ja, We moeten eh, fratsen verzinnen. Oh ja, Rudy, Rudy was Rudy en, en wij respecteren onze coach. Maar, ja, had ze dat kunnen keepen nog? Dat ja, ja, was maar twee dagen, hè, maar, maar die had eigenlijk weinig te zeggen aan ons. Je mocht dat vragen aan hem. Die zei ja, die, die waren de beste van de groep, al zei ik het zelf. Ja. Ik denk dat er niet veel meer zijn in België nu op dit moment. Ik zie van der Voort een hele goede traptechniek in. Maar wij waren gewoon, je moet ook zo weten: hè, aan 12 jaar, 13 jaar, begin, had, als je dat uittrekent, hadden wij meer dan 2000 uur extra training dan normale shotters. Kunnen nooit meer in Al. Nooit meer in Al. Nooit meer. Nee, ja, dat geloof ik. En dat van die kapotte uit, was dat ook met die Fiat? Kapot rijdt, kapot eruit. Dan eruit. Ja, gaan kop door de raad. Dat je... Nee, nee, maar dat is gewoon open gedaan. Ah, ja, inderdaad. Ja, maar dat is kapot. Ja, maar wij echt. Maar ja, we deden van alles. Hé. Ik bedoel, wij trainen in Club Brug bij de Jeugd om 6 uur. Wij waren terug rond een uur of 9 uur, 30, 10 uur. Die van de Cirkel trainen om 7 uur. En. eh. Uh... Dus die waren ja. terug om tien uur? Ja, ja, tien uur, tien uur dertig. Want wij hadden zelf government. Hè. Dat was Spartaanse opleiding, self government. Uh, bidden zeven keer. En dan uh, van alles en nog wat. En dan uh, uh, ja. appel. Mo Moet je het snappen? Dat is voor ja? mij echt wel Chinees. hè ja, als dat als is een dus, uh, is self government system. Ah, okay. Dus de zesde jaar, de laatste jaar, komen we met een fluitje en die zijn. Einde van de les. Bij een van de lijst appels. Smorgens... Dat is ook zo mooi. Ja, mor... Morgens vroeg was, was, was er appel. En dan moesten de bottientjes net mooi gepoetst zijn. Jeansbroeks, wit, wit polo, pullover. En dan kwamen ze straks aan En dan was dat dan... En dan, en dan kwamen ze zo... <laughs> maar ja, ik had geen haar. Ik heb nog altijd geen baard Ik heb drie, <laughs> drie stoppels. Uh, maar de Gunther ja. gunt had een schone baard. En dan was het van, ja, van het appel. En dan was zwart. week zwart. En dan moest je elke pauze. Of at borden wassen, peukjes, want je mocht ook rood bij ons op school. Raar op sportschool en je mocht rood. Er, er werd wel meer dan sigaretten gerookt, hè? maar ik heb er ook nog een gevoerd dan aan het school. <laughs> ja, je gaat met de Nationale ploeg naar Slowakije, naar Slovenië, Oekraïne, ja, Pistani en al van die Tsjechië 400 keer gedaan met de nationale ploeg. Ja, de sigaretten is spot goedkoop. Hè? Kwam ik echt af. Hup. Ja, ik heb al altijd ondernomen. Ja, ik heb terug van de al genomen. met een zak vol uh, sigaretten. Ja. ja, ik heb van alles gedaan. Als maar wat het, was dat wel... van cirkelen? En dan die cirkel, jongens, kwam later toe. Wij hadden al gedaan met eten en dat is bijvoorbeeld de ouders van Ewie Gruijharts, de Geert en zijn vrouwtje, zijn naam is ik vergeten. Die had dan macaroni klaargemaakt, die stond daar dan, we moesten het opwarmen. En dan maakten wij met ons mesje de bovenkant zo. En dat was voor de cirkelspelers klaargemaakt? Ja, ja, we moesten het telen. Hè. Maar ah, dus de, 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 we wij hadden gekookt voor de twee ploegen? Ja, wij, okay. waren, wij hadden dan al gegeten en dan deden we dat laatste er los. Legden wij <laughs> <Dan> dat erover, een <laughs> klein beetje melk. En dan. <laughs> en dan kutteren en dan dus voor de luisteraars, even dat sporen je uw schaamhaar afknipt. Ja, en dan uh, ging dat ten oven in. Ja, en, dan wij, en dan zaten wij met veel uh, spanning te zien of ze dat deden. Of, uh, ja, alles maar dat, dat proefde toch? Allee, dat... Ja, ja, ja maar ja, je het zit in hun mond, he, dus ja. Dat is gewonnen. Ja, gewoon al die En we pakten ze jullie niet terug dan? Ja, ja, maar ja, die wisten ook van... Maar, ja, Gunther, Gunther was... Ja, dat was Charommeken. Gunther Gunter-fitnessstal van zijn 14 jaar. <laughs> Daar wou niemand tegen beginnen. Hè. Dat was niet normaal. Hè. En Gunther is trouwens de meest onderwaardeerde speler. Uh, allee, van, dat kijk ik ook ken. Is dat een nog heel, een vriend nu? Ja, ja. Heel goede carrière gehad, maar ook langs de kant gezet in Club Brugge. In een jaar dat hij alles gespeeld heeft, dat was de rechtsenbak voor Club Brugge. Ik moest nooit Brian Priske gaan halen. Die jongen viel ook niet uit hun toon. Die jongen deed zijn werk, die jongen deed dat goed. Die jongen ging nog groeien. En dan één jaar alles gespeeld, één match gemist door een schorsing. En die moet weg. Er ja, is veel gebeurd. Er wordt, er wordt veel gebeurd achter de scherm, maar ja, niemand durft het Dat zeggen. zijn dan makelaars en zo die, die te veel macht hebben? Of... Makelaars, bestuursleden. Uh, ik zeg altijd, iedereen heeft zijn geheim. En als je dat geheim weet, zo, zo iedereen heeft een geheim. En als, je dat, en als je dat geheim weet, dan haal je daar voordeel uit. Zo simpel is dat in alles in het leven zo. Ja, maar, ah, zo. Oké. Okay. Je, je, dat dus, dan met, dan. dus ja, dus dat gezegd, dan weet dat, iedereen heeft zijn geheim. Hè. Of het nu op de werkvloer is of in zijn privé. Iedereen, ik ken ook mijn geheim. Is er iemand, uh, een ploegmaat ooit, waarvan gezegd, die is nog gekker dan ik? Nee, Leon, ben, uh, ja, ja, Leon Benko. Oh, Ook zo iemand, Leon Benko. George zet hem op de bank, dat klikte niet. Klikte niet. Schoort de winnende goal tegen Zulte Wareham. De derby. derby op Kortrijk. Springt over, er oh. staat trouwens nog op beeld op YouTube. Springt over dranghekken, waar het de spelerstunnel is, en die was weg. <laughs> Hoe oh, die was weg? weg. Ja, die hebben die had, de Christophe Lanois, zijn materiaalman, stond daar. Die had hij moeten halen, want die wou niet meer terugkeren. Als fuck you na, George. Ja, ja. Ja, maar dat met die had geen respect. Die kreeg een auto, dat was een Kia Ceed. Heel nog een M6 ook. En uh, die komt een auto op het einde van het seizoen terugbrengen. Ja, mag je vragen, als de termen. Hè. En dat was gewoon, de helft van het stuur was weg. Dat was kapot gebeten, er zat geen pook meer op. De achterste zetel, dat was helemaal, ja, foutu. Kapot gebeten. Speciaal toch? Ja, de Nontan Honger waarschijnlijk. Had hij in opgesloten, niet in Nontan? Crimineel, ja. Die, die, Zo'n ding heb ik ah. nooit gedaan. Alhoewel, ja, één verhaal heb ik wel een keer gedaan. Uh, Nicolas Lombard zat erbij en Stijn uh, de Smet. Uh, Fast Freddy verhaal. Uh, Blenny, nationaal ploegtrainer in Blenny. In een Blenny kom je toe en in, in de diepte train je. Ik denk dat het. Uh, ja, het was Jean-François de Saar en, en Jean-François Remy, de trainer was... Waar... Jan Vertongen was daarbij. Als ik me niet vergis, Thomas Vermaal was er ook bij. En we waren te laat door een accident. Vier als een gieter, ja, we kregen mercedes uh, A-klasjes. En we komen op de parking gereden en het liggen daar kiezelsteentjes. En Stijn de Smet op zijn bris. Ah, fast Freddy time, eh, Fast Freddy time. Ik zeg ja, Fast Freddy gaat hier weer. Ah, Freddy, Freddy, likes. Freddy ja, likes. Fast Freddy was mijn bijnaam. <laughs> maar, niet altijd, maar toch meestal. Ik zeg ja, Fast Freddy gaat hier weer opnieuw voor de Belgische titel. Ja, en ik laat die notte uitbreiden. Trek mijn antrem op die kiezels. Ik laat hem even te ver uitbreiden en knal hem rond de pal. En ik, de legendarische woorden van Stijn de Smet worden We keken naar elkaar. Het eerste dat ik zoiets van ja, iedereen oké. Okay, was we niet al een hoge snelheid? En Stijn is zo heel droog zo. Hij is niet, op zo heel op zijn brest zo. Ik niet dat Fast Freddy van die jaren kampioen wordt. <laughs> <laughs> dus letterlijk vertaald voor degene die West-Vlaams niet verstaan. Ik denk niet dat Fast Freddy dit jaar uh, kampioen ja, ja, wordt. Oh, zo ja, onze luisteraars zijn geen man. Mongolen. Ik denk dat iedereen dat is. <laughs> Crimineel. Dan heb je ja, natuurlijk ja die Mercedes was om... Ja, die deur weer. was eraan. Die was ja, voor ja, ja. Dat was 2500 euro. Ik weet dat nog altijd. En je had dat met vier in de auto. Drie, drie. Ja. En eh. Uh, <laughs> en, uh, en dan heb ik, uh, ja, twintig rolletjes type. Dan werd er al gebeld naar Club Brugge. Luc Verwerder. die wat van het oog was voor de auto's. Uh, ja, dan moest ik bij Michado gaan. Een, een hele uitbrander gekregen. En dan was het van. Ja, dan zat ik daar ook, hè. Ja, ja en nog een minuut of twintig volle ongling. Knekken. Ja, ja. En dan zijn er vanaf, hè. Ja. ja, dat was zo, hè. Ja. Uh, of. Uh, ja ik heb toeren uitgestuwd uh, ja ik denk ik van alles hè. ik ken ook de zoon van Otto Terminus ik wist niet dat de zoon was we moesten gaan shoppen op TK op uh, TK tegenop Donker Schweinsteiger uh, Renzing uh, Torres uh, Fabregas Iniesta zat erbij dat en, was in 2004 en... nee nee in Engeland met de jeugd ik was, uh, 16 jaar, uh, dat was, uh, nee ik was 18 jaar ja de u19 ja ja en uh, we hebben een avondje gaan stappen met een hele goede vriend <laughs> en die zegt ja, vertrek toch volgende week naar Engeland. Ga ja, 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 en klaar voor? Ja, ja, ik zei supersonisch. Dat was zo'n woord en we zijn supersonisch. dat is uh, dat is cool. Dat is nee, uh, vet. Toen was dat ja. cool nu is dat ouderwets eh. en, uh, <laughs> en, en, en en mijn maat de Kenny Krijf, ja, kent uh, DJ in Bruxelles. En Kenny is zo heel droog. Ze van uh, ja, uh, mannetje, uh, zou je de Kenny proberen? Uh? hoe dat humorieën en Engels ze door aan de andere kant. <grijgelijk> dus ja, s'nachts om drie uur gaan feesten en ik rij. Uh, yeah. En er komt een uit de, de richting en ja. Uh, yeah. Ja, je zit toch opzij gaan. Ja, nee ja. ja, ik moest oefenen, dus dat, zo, zo, zo was ik. Dus die trekt me lichting. ik trek terug, ik doe die van mij, <grijgelijk> ik doe die van mij uit, ja, yeah. doe die van mij terug aan. Uiteindelijk. <laughs> Vertragen we, ik ga uit de weg, dat komt tot een schelpartij. En de Kenny, ja. en de, en de Kenny zegt: Mijn honderochter, jongen. Nee, <laughs> dus we draaien ons om. Nee. We, we volgen die. En ik wist niet dat dat de zoon van Otto Terminus was. Dus we die gevolgd tot aan zijn thuis. De Kenny heeft dat toch nog beginnen roepen. En dag daarna ik: uh, ja, Mijn autosluiter <laughs> ja, ja, dan van ja, afgeven. Zo'n stoten staan we allemaal uit. Hè. Ja, bom, ik... er was geen begeleiding laat het ons ik, daarop op. Ik, ik zocht een eindpunt maar ik denk dat dat het wel is want inderdaad de, 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 er was echt wel geen begeleiding als je ja. maar ja, het dus, het, je spijt dat als je zegt dat er interesse was van Arslan zo helemaal in het begin je spijt dat je dat niet gedaan hebt want daar zou wel denk ik be, begeleiding zijn geweest ja. maar ja dat dat ja, het ook averechts was spijt kunnen ja. Doen. Ja. Ja. Ah, ik ja was gewoon niet klaar uh, voor de gezinssituatie te verlaten nee, uh... En, 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 en ik weet nog goed, Antoine van Over kwam bij mij thuis met Hans Hallier. Die is zelfs naar Engeland gevlogen op dat moment. Ik was toen nog, uh, die zei gewoon: van, luistert jongen, als uh, je afstudeert, dat verdiende, hier krijg je dat, ik weet nog goed, het was 2 miljoen Belgische frank dat ik toen kreeg. Ik een tijd. half ja. jaar. Als je 16 jaar zit, ik, ik, werd al, ja, ik werd al betaald. Je we wel een brommer mee kopen. laat ons zeggen, ja. m, 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 ik werd al betaald voor ik 16 jaar was, maar het werd officieel 16 werd, snap je? en moedertje kreeg dan een notoken en een tankkaart. En, ja, ja, Antoine van over schitterende kerel. Hè. Ja, ik was ook uh, nog lid uh, en, en, en Peter van de Orde van de Hoed. Kende de Orde van de Goed? Ja. Nee. De fanclub van Antoine van Hoven dan? Ja. En de, weet u de, dat de Groet is? Want dat bestaat nu niet meer. De Orde van de Groet? Woehoe! Woe. <laughs> Geen eens even, hè? De, de, ja. dat er een duivenmerker was. Ja, dat was een duivenmerker. Dus dat we, supporters <laughs> hadden dat opgericht. en nog eens. De Orde van de Groet. En dat was zo. Woehoe! <laughs> zo groeten wij elkaar. En wel een nootje. We een nootje. En, dan? en wie zat er nog in die club? Ja, supporters. hè. Dat ik, ja, dat, dat ik... Maar uh, zat erbij. En dan nog een paar anderen, dat ik wel voor de geest met de naam vergeten ben. Antoine van den de over Ja, ja dat drieën. sowieso. Ja, Antoine... Ben jij nu ik... nog Club Brugge-supporter? Goh. Ja, dat gaat er toch niet uit. Ja, maar ja, als ik, je ik, dat ik ben, meegemaakt ik, met die ploeg... Ja, ik ben wel nog supporter, spelen. maar... Ik kijk geen voetbal, hè. Ik keek het, het, het toen dat ik het speelde zelfs niet. Maar ik, ik was wel iemand, ik moest spelen tegen bijvoorbeeld... Ik zeg maar iets... Uh, uh, Tezeer te van Genk, mm -hmm. linkerpoot. Ik had wel een geen boekske. Vrijschop, dit, dat. Beweging, hoekschop. Pilanties. Ik denk dat ik dertien Pilanties in mijn carrière tegen had he, en ik er elf gepakt. Echt? Ja. dat nog geluk gehad op Brugge, dat ik nog aanraakte. Ja, ja, nooit nou, voet... geschoord. ja. nooit gescoord. Kustovic gemist met Gent en met beerschot tegen mij. Voordat ik ja, interesseerde nu niet, wel niet. Toen? Nee. En nu ook niet. Nee. 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 Ah, je bent... ja, we, ja. ik heb ik kijk de bekerfinale ik zat met mijn pa met met, met, vrouw, met zijn vrouwtje aan tafel en we zijn van uh, zenuwachtig slordig en we dachten ook niet meer zo ziet in die tijd dat wij speelden was dan nog van de actie snapte nee. Een van uw ploeg dat jij supporter van zijt. ah ja gaat monunga aan. ah Joachim die ging de Goeie actie opzoeken. en, ja. en ik, uh, dat, dat is, is, is gewoon zo paf tactische, zo'n beetje lekker noemt dat spelletje op de Pong. computers op, ja, ja, dan mis ik gewoon en dat uitvoeren, oké, okay, dat verlachten voetbal, daar ben ik niet altijd mee het akkoord, want ja, er zijn ook al veel, uh, loopt ook mis, ja, ja veel, ja, maar je hebt dat, trouwens en... ooit bij KV Mechelen bijna gezeten, hè? ja ja ja, dat maar ik ben, past, ik? ik ben er wel niet geliefd. Ik ben er wel niet geliefd. Ik heb altijd tegen TKV Mechel met een groene trui gespeeld. Aha, en hij weet wel waarom. Ja, ja, hij had boosies. racing. Ja. <laughs> maar ik denk op zich dat uw karakter wel bij bij ja, Volksmechelen dat gepast. Maar, maar dat was ook ik. En ik, ja, mijn naar een koeie band, die me nog trouwens achter die machtig toneelstukje dat ik dat gedaan heb. Menunga krijgt daar rood. Cyril si ja, Lolo Simon mag daar ja, ja. weer rood. Ik pak daar ook nog heel goed... Ik kan altijd goed gespeeld tegen mij. dat mocht je wel zeggen, hè? Ja, ja, het was wel duidelijk. Als je mijn zes tutsen, zie je <laughs> en, Maar toen, met de var ging het geweest. beter uit. Dus er, er, er werd een bal over de verdediging gespeeld. Ja. Diep. En ja, er is mij altijd geleerd geweest, als je uitkomt en je hebt een bal maar half mee, dan vol, moet je vol, zeker ja. maken dat je de man mee hebt. Sorry, het is nu eenmaal zo. Het is uh -huh. ik of het is hij die gekwetst wordt. En ik kom uit en ik ga... Ja, ik, die bal gaat zo en ik... Op die rem <laughs> en, en ik, maar in de val draai ik door en mijn ja, die kon niet ademen, want die ik denk dat die gebroken rem na en heel mijn schoen stond daarin en die kreeg rood, ja. <laughs> en ik, ah, ah. <laughs> en met 200, 200 stewards hebben me dan begeleid, ben zelfs niet met de bus mee geweest en ze een beetje verder uh, aan het kerkhof, moeten we daarop stappen ja, ja, ja. en dan uh, met uh, Mark uitroeven hebben dan begeleid, met uh, stewards deen alsof. En wat zei hij erover over dan? Comediant, ja. jongen. Nee, nee, die zei ja, fantastische gekregen, rol, maar, maar ik heb me wel geëxcuseerd bij, jo, bij Joachim. Hè? Ja, jij kunt er niet ja. aan doen dat de scheids het ook verkeerd gezien heeft, natuurlijk. Ja, tegenwoordig ja. is dat toch zo een beetje een hype om te gaan toegeven aan de scheids als je... Ah, zie. Fair play, hè? Allemaal goed en wel. Maar tussen de, thuis de lijn is er geen fair play. Uh, is er geen okay. fair play. Maar... Ik meen, ik meen dat echt, want dan denkt iedereen, het is, ik ga me niet laten belachelijk maken en een handje hier en een, en een, 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 een eyebolletje daar, ja, sorry hè Na de match. Zwaans niet hè, want twee minuten later als je één op één komt en je moet uitkomen, ja dan stamp ik u echt hè. Ik, bedoel, ik had niet graag tegen u één op één gekomen. Nee, ik ken ik, ja, ik, ik er wel een paar, uh, Jovanovic uh, heeft me ook al een keer van dicht gezien, Witsel. <laughs> Oh, schitterend, ja, schitterende gebeurtenissen. Een sprinkeling in uw ogen. Ik, ik ga nu ook zeggen hoe dat, dat komt. Wij spelen, dat was Beker, Beker kwartfinale, ja, achtste finale. Standaard. En wij schoppen de bal buiten voor iemand die gequest is van Standaard En zij willen hem niet teruggeven. Vinden dat dan fair play? Nee, hè? nee. Maar het gebeurt in de geest van de strijd. Lange bal, dikke Margo kopt hem op de lat. Ja, ik val ongeluk met mijn schoen op zijn oog. ja. Kan gebeuren. Ik heb er niet om gedaan, maar je ziet me wegdraaien in de, in de beelden. Je dus het was echt per ongeluk. Van een Vietje, die wou ik echt hebben, ja. Omdat ik ook wist van dat ik die er kan uithalen. Dan zijn ze ja, dat document die ja, je op ja, uur krijgt, en dan met die domme dingen te doen. Hè. En dan, zijn... dan komen wij in Bocani met die Pinanti in de beker, want die, die pak links van mij, ik weet het nog allemaal hoe. En uh, Achter de match, ik had het nooit vergeten, Jorske met zijn lange frak aan, met zijn geluksgele geluksschaal. De sjaal, de, mooi. de Cartier, Zijn kartierhorloge. was ook belangrijk voor hem. En je weet, hij staat daar, je komt in die tunnel en je moet naar links. Ja. Je passeert eerst materiaalkot links, met mm het -hmm. glazen raamje, en dan rechts. Kleedkamer staat daar. En dan de bezoekers. Want daar moeten je dan verder naar boven, trapje naar boven en dan weer naar beneden. Je moet langs hun kleedkamer. Voilà. En je kent die, die kletskop, die, die, dat dikkertje, die er nog altijd zit, de kinesist. <laughs> nee, die ken ik niet, maar... Ja, die, die, die zit er nu nog. Die is okay. kaal. En een serieuze serieuze hè. Dus ja, <laughs> en je weet, ik tek daar wie het Ja, ik krijg er handstekers naar mij. En die Jury van de Velde was scheidsrechter en die geeft me geel en corner. Dus die geeft... Een, hè, dus... Als je nog goed voor hen, reglement, als je geel krijgt, dan heb je iets mis gedaan. Dan is ja. het een overtreding. Zijn. Dus waarom geeft hij geen Pinal en hij ja. geeft corner, maar hij geeft me wel geel? Dus dat is puur ja, spoor, spoorbijster bij Jury, maar dat gebeurt er soms <laughs> nog. Ja, ik heb soms veel tegen scheidsrechter gezegd. Uh, Zeikte hij niet terug? Ja, tegen Potts ook. Potts die lachte. Hè? En uh, Delphriere en al. Uh, en onze uh, collega Zolo schitterend, schitterend. En vervekken die die zei nooit iets, die zei amper iets, maar ja, die, ja, ik denk dat hij niet gelukkig was. Maar, maar we komen dan dus in de, achter de match, wij winnen, we, supporters, we, we, we. komen in de kleedkamer dus in de in de wandelgang, kom dan naar links, hij daar een saffletje van die van die kine. Toen begint daar, ja, het spel zat op de wagen, iedereen, boom, 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 boom. Gewoon aan het uitdagen. Ik, van mij was, nee, nee. nee, nee. Ja, dat was van die trap op het ja, cel. Dus achter de, de, de matje, match, oh, 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 en we komen in de catacombe. Ik zeg, oef, decompressie. En dan ook een patat. Het licht ging uit. Ik kom even bij en ik zie dus. Dus je moet je voorstellen, hè? al die ego's en machos in die kleedkamers en die gang, wauw, die materiaal vast en daar is, hoe kunnen we nou peken en zo, hey, selfies de puut wat is het allemaal, en dat is salop en het werd dan gescholden, niet normaal en dan, nog kwam George in de verte, met zijn handjes en man <laughs> ja, die vond dat ja, ja die had gewonnen natuurlijk vond hij dat geniaal maar die wist ook perfect hoe hij met mij moest omgaan. Hè? Ja, is dat een trainer waar je het best mee over vader Vaderfiguur. Ik had heel veel aan hem had toen mijn ma kanker had. Want, Want dat uh, was in die periode van ja, het eerste drie, jaar. Ik heb ook drie, drie, drie uh, depressies gehad. Ja. Ik ging naar de psycholoog voor het verwerking van. Dus uh, in het jaar dat mijn ma kanker kreeg, in januari. Uh, het jaar van Sterkelee. Januari, mijn mama kanker. Uh, Maart, uh, verongelukte, een klasgenoot Jasper van Vreteren, die nog bij Rooslaar gespeeld. Dan heb ik met vilo gezien maand later uh, Thomas de Smet, van uh, dat ik bij de jeugd in Waarhem speelde, van de het restaurant Tout Konijntje. Met allemaal met, de, met mijn uitongelukken. Ja. Okay. Ja. En, uh, en dan de Swa. Ja. Wanneer was de Swa? Dat was. Uh, ik ken ja, ja, de, de Swa en, nog, gehoord, ja. kwart voor twaalf. Uh, woensdagavond. Dat ja. was een van de laatste dan. Ja, ja. en toen uh, probeerde hij mij nog over te overtuigen voor naar Antwerpen af te zaken, Dus hij zat in Antwerpen en hij Allee, stuurde u voor... Ja, en een dag daarna gingen wij normaal naar Adidas gaan. Ja. Shoppen. Ja, en uh, ik wist het hele goede bron van hem en ook van... Uh, ja. Hij ging normaal naar Monaco gaan. Is het waar, is het niet waar? Maar volgens dat er mij werd verteld, het zijn de entourage. En Swa zei ook van, ja, ik, die ging normaal weg zijn. Ja. Ja. daar heb ik wel echt hard van afgezien, want Swa zat ook naast mij in de kleedkamer. En het lijkt me ook nog wel, allee, hij is een ander type lolbroek in de kleedkamer, maar het is ook wel een lolbroek. Schitterende gast. Ja, voilà. Schitterende gast. Altijd goed lachs. Ja, ja. Zoals schellen echt... eerder ja. ermee lachen dan... Ja, ja. En, en ja, wij, wij, wij spraken genoeg op het voetbal. Oké, okay, de Klik, uh, Blondel, Bl Joe hadden echt een hele goede band ermee. Stijn ook. Uh, maar ik kan ik, ik meer naast, uh, uit het zicht van, laten we zeggen dat ik dan het spelletje een beetje meespeelde. Want dat jaar heb ik ook helemaal niet weg geweest. Hè. Ik heb me opgesloten, ik heb er echt voor geleefd. En dan, ja, dan gebeurt dat. En, uh, ja, dat ik, ik weet dan nog gewoon, een telefoon heb ik gekregen van iemand die uh, uh, Kiel Serrat. En uh, supporter en zijn vriend werd bij, uh, dat ik ook nog gezien heb, bij de brandweer van Aasdonk. En uh, ja, dat was echt, uh, ik herinner me dat nog heel goed. Ik was, even, ik was de eerste Sam met Stijn, direct telefoon had, Stijn gebeld. Ik was de eerste op de, op de club. Ik, ik weet nog Joost de, Depricieu, die nu bij Oostende zit, die, die, die kwam de poort open doen. Ik zag Shakia afrijden met, met, die, met, die, met de X5. Traan, uh, ja crimineel, crimineel. Het moeilijkste moment was vooral na de wedstrijd dat die ma binnenkwam en dat die een woordje zei en dat ik zat te kijken met die zus die dan nog zwanger was en dat ik, zoi dat ik zoiets zei van ja wat gaat er nu aan je om en met alles die gebeurde en dan, ja, dan trek ik dat door naar mijn ma en ja uh, dat was echt ja ik was echt weg in het hoofd. Ja. ja. Nou, is het op dat was de zwaarste man, periode ja. dan geweest. Als ik op zes maanden tijd zoveel. Ja. Ja, en vooral omwille van het feit, ik ging normaal... Ja. ja, je weet ook, in Beerschot ben ik ook graag gezien. Hè. Vinnie Verhoeven, die kom ik goed mee overeen. Uh, dat was dan een beste maat daar, zeker? Ja, ik, ja. Ik, ik, ik ken ook zijn truitje nog, hè. met de gouden stier. Vinnie heeft dat gegeven aan mij. Ja, ik was ook Beerschot-supporter, uh, gewoon voor de sfeer. Ik ja, bedoel, mijn, mijn vriend van daar. Uh, ik zat op de rij met de Patrick Janssens en al... Uh en en zo ja, de, gecreëerd een band ook met die spelers, den Bram verbiest, ja, den Bist, dat was mijn roomie in de nationale ploeg, mega kerel, schitterend. En, en ja. Dat was ook een beetje een concurrent, Je komt dat wel goed overeen met die concurrenten? Ja, of visa versa. hè? Want ja, wij, nee, okay. wij gunden het licht in elkaar zo. Allee, den Bram zeker, ik denk Stijn ook. Maar, was Stijn een beetje een, een vaderfiguur? Wat je toch duidelijk, als ik dat mag zeggen, een beetje gemist hebt. De grote broer, een beetje. De ja. grote broer. En ik heb er fout gemaakt om me veel te veel aan laten lijden door hem. Hoe dan? Gewoon, ja, ja, omdat ik dacht: van, ja, als ik dat vol, dat volg. En, ja. Ik en snap hij, dat hij wel een voorbeeld was gezegd. Ja, hij, 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 wij, maar het was wel gemeend. Wij kwamen ook uit woorden. De, ja, de vrouwtjes kwamen goed overeen met elkaar. De vrijdagavond als dus, TM. Ja, Brugge speelt meestal zondag. Ja, dan kwam mij samen hè, de vrijdagavond, de, hè, dat was de vrijdagmatch. kunnen eten, een Lambrusco flesje opendoen, met een fleske wijn. En als we een vrij weekend hadden, dan reed ik naar de, naar de Spork in Heusenzolder. Zolder. Eh, dat is weer... uh, niet bij de deur voor u? Ja, nee, ja, ja, goed. Stel. Ja, als je het, het oké okay vindt om iedere dag 300 kilometer in de afrika te rijden ah, ja. zal de Spork wel mee willen. Ja, we, we zijn ook op de trouw geweest van Stijn. Het was, met, uh, het was een fantastisch feest. Ik heb me wel vergist van de hotelkamer dat ik toe kwam. <laughs> in het hotel Stein. <laughs> ja. ja, ik zat plotseling in een, in een andere kamer. <laughs> ja, dat ik het gewoon niet meer herinner, hè. niet bewust. Hè. Dus gewoon te dronken. Gewoon bij iemand in bed beland, dat niet de bedoeling is? Ja, nee, nee. Ja. Ik kwam eigenlijk uit bij, uh, bij Stijn in de bruidsuite. <laughs> en dan, ja, dan moesten ze nog de nacht consumeren eigenlijk. Hè. En dan. Ja, dan heb me niet op, dan ik me niet verder opgedrongen en heb ik uh, beslist om dan het ontbijt te gaan. <laughs> en uh, ja, echt schitterende momenten ja. gehad. Dat mis ik wel. Dat mis ik wel dat je... Zo'n ploegmaat. Nu, nu in het uh, dagdagelijkse leven kun je elkaar zo niet meer kloten. Like bijvoorbeeld de het chocoverhaal met Tom van den Bossen dat ik vertelde en op, eh, op, op, op teambuilding. op Nooit gehoord? Ja, ik had een magische truc dat kon iemand opliften met de mond. En ik kan, uh, met, dus iedereen was betrokken in het verhaal, maar enkel Tom wist het niet. Hmm. En dan is uh, de moment met was erbij, David de Beulis, Van Kums. Uh, en dan heb ik uh, mijn broeken zo afgelaten zaken, ik had Tom ook geblinddoekt. En dan heb ik heel mijn kont met choco, Nutella. En dan zo ik, ik, ik nog die videoclip is niet gezien, dat je ze 1, 2, 3 en je moet recht naar komen. Ja, ja, en dat was ook zo. Ik had er een heel ander verhaal van, ja, ik moet mentaal voorbereiden en dat je naar boven trekt, Tom, want toen kwam dat nog vroeger in de media, hey, op de tv, de, de Wesley zonk in de containercup, uh, hey, met zijn tandjes in de camion. Ah, wel, zo'n dingetje. Hey. En dan zijn we tegen dat Tom... Dat heb ik niet, maar goed. heilige. Het, het videoclipje van gaming? de containercup, Cup, dat, 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 ah, dat Wesley ja, ja, ja. die camion ja, ja, met zijn tandjes. Met zijn zo ja. Ja. Ja, dat was toen populair he, vroeger. En, uh, ik zeg tegen Tom, ik, zeg, ik ga je nu naar boven trekken. Ik zeg, je mag niet lachen, hè? je moet wel even meegaan. Die zat los met zijn neus in mijn gat. Een ja. <laughs> schitterende moment. Of, of, of het was aan Sneeuw hè? Het was aan sneeuwen in Kortrijk mooi. en we waren gesponsord van Red Bull. We hadden zijn, heel kleer, zijn kleer mooi ingepakt. Een hol met sneeuw. En, of die, die bekermatch tegen Standaard zat Tom op de bank. Het was als veldverwarming, dat was dan opkomend. Hè? Ik zeg, mij, ik zeg, voel je dat niet? Ik zeg, ja, ja, ik, ik zeg, dat veld geeft warmte aan mijn voeten. Ik zeg, en, en ik ga echt in de opwarming, voel ik ze. Mij, ik zeg, voeten nou? Die doet zijn handschoen af. Ja, ja, ik voel het niet zo. Ik zeg, ja, hallo. Ja, zo'n zo ding, hè. Maar het, dat, ja, dat komt gewoon nooit meer terug. Hè. Nee. Komt nooit meer dat is kleedkamer, de gevoel, hè? dat gevoel. Alleen in het voetbal kunnen die dingen, denk ik. Ja. Maar dat gaat toch in een boek gieten ooit? Ja. Maar ik heb veel te veel DT-fouten. Ja, Iemand ik, schrijft dat wel voor we u. met sporthuis zullen we voor u nee. schrijven. Ja, ik, ach, 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 ja. zolang dat, ja, ik kan verhaal vertellen, maar ik wil ook niet dat er anderen ervan schaatsen. Maar, maar je, zijn, kunt, je kunt die dingen vertellen. Historisch, grappig. Nee, ik, ja, ja, ik, ik denk ik, dat ik, er ik, heel veel verhalen dat het, zijn waar er wel een paar mensen bij zijn die ja, niet willen ja, dat die verhalen ja, die naar Ik kan hun verhaal vertellen, maar dat zijn wel de beste natuurlijk. Ik ben de enige speler die mijn trainer ooit eens een bal gekneed heeft. <laughs> en nu en gaat zeggen, ja dat kan niet ja, dan zeg ik nu al mijn telefoon we bellen Birger Maartens op uh, die hebben dat echt gezien ik ken ooit Frankie van der Elst dus in Brugge, dat was vroeger waarin de trainers zaten, aan de spelers aan de, de, de trainersbureau, aan het stadion en we moesten tactische besprekingen en, en, en de Fox, want dat was zijn bijnaam hè, van vroeger al, de Fox nog altijd. Die, die stond dan de deur open houden om binnen te gaan in de, in, in, in de ruimte en uh, <laughs> well, <laughs> ik zie Frankie nog zeggen van de uh, klaar voor jongens. Ik, en, en ik passeer zo. Ik zeg ja, ja. Poep, poep. <laughs> die hebben me wel geslaan, hè? <laughs> dus je <laughs> hebt Fanky van der rest in zijn ballen ja, de Fox En de, die, en, je... en de Marens, die liep dan achter mij en die, 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 oh, die oh, schoot me al in de lachen. Ja. <laughs> nee. ja. oh, ik vind het echt jammer. Maar Ik heb in nooit avond gezeten. Het grappige. Het zou grappigste... fucking epic zijn. Bij Solje heb ik ook een grappig verhaal meegemaakt: halffinale beker uh, moeskroen. En Trond komt erbij. Klein, klein. K can you come, please? Come. <laughs> ik zeg ja. Ja, ja jonge snotter. Drek al zweet onder mijn oksels. <laughs> ik zeg uh, yes, coach. Yeah, I'm uh, considering. You maybe play tonight? You ready? <laughs> ik zeg uh, play. Ja, uh, yeah, play. Ja, ja. Oké. Ja, ik was weg. Ik zeg ja, speel. Ik had berichten naar thuis, Frans. Ik zeg ja, uh, ik ga weer met die man. <laughs> stress <laughs> niet normaal ja dus, uh, trant die had een hele speciale manier van introductie van tactiek die komt in de kleedkamer die zegt uh, yes uh, tonight uh, semifinal cup must groen En you win you play final you know what to do en uh, chris Yeah, Chris, wil we'll put uh, 16 names on the board. Want toen mochten we maar spelen met 16. Dus ja. <laughs> zeg, oef, 16? Ik ga even gaan zien hè, dat ik toch start. Papier. Ik zat gewoon in een tribune. <laughs> 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 Hoe en waarom? Ik zat, ik zat gewoon in de tribune. En How ik zei van... Amalig. Ja, ik naar no Trond. Ik zeg, uh, coach, didn't you tell me... Uh, <laughs> I was gonna play. I uh, would start, I would, uh, play. No, change, change mind, change plans. Oké, zie je morgen? Training? En dat was het. What the fuck? En, 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 en dan... Uh... Maar hij heeft u wel laten debuteren? Uh, nee, 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 ik ben gedebuteerd... Goh, tegen Anderlecht hè? Maar dat zijn ja, niet Anderlecht. Maar die hele Frutos match. kopt hem dan ben op de laatste minuut. Kom op. Uh, frutos, oh, ik oh, zweer nee, het. Ja, de, de, de frutos, nee. dat is legendair leg in zijn Die is altijd geblesseerd. En Die, en die, die... die speelde altijd tegen Brugge en die scoorde yeah. altijd. Yeah. Yeah. Ja, dat was like, de Joos Valgar en die was altijd geblesseerd. Maar als het money time was, Champions League Premie, ja, Kampioens Premie, <laughs> uh, WK, EK, Rode Duivels. de Jos was er altijd bij. Kampioenspremie, Premie, dat ze hem niet gekregen hebben toch? De Jew, die neemt best die koekoekoe goffer. Die is <laughs> best Celtic bijgekomen op de woensdag die heeft hem me verteld en die zei ik ben bij Celtic gekomen op de woensdag ik ben voorgesteld op een donderdag ik heb de vrijdag gewoon niet getraind zaterdag gespeeld ik ben niet meer uit de ploeg gegaan Legend. Ja. Dat is een tijdje lang En dat is, het beste en, en dat is ook het geweest, grappige, he. en nu, in Zuid-Afrika, Zuid omdat, omdat je nu het woord legend zet, in Zuid-Afrika zeggen ze niet Glen. dan zeggen ze legend. Omdat ik daar gewoon, ja, ik heb daar niks gepresteerd. Ik toch vind dat toch persoonlijk, behalve de fantastische duik. <laughs> maar... Die, die... Mensen die niet weten wat de duik is, zoek dat zeker ja, eens op. Gewoon is toch enkele luisteraar van Meet, Meet die niet weet wat de duik van Glen Verbaal is. Laat het weten onder de comments als je het niet weet. Of als je het wel ja. weet. Dat is de wereld rond rondgegaan. Maar eerlijk, wat gaat er door je hoofd? Dus je, je hebt die... Die bal komt eraan. Oké, okay, dat je zo nog duikt om tijd te rekken, dat zou ik nog begrijpen. Maar je wordt totaal niet geraakt. Je maar je, je torpedeert iets met je hoofd. Ja, 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 ja. Maar... Het was... Achteraf was er blijkbaar heel veel discussie van, is het nu fout? Maar van het is nu? totaal geen fout. Is het fout van, van mij? Nu? Ja, ja, het is het ja, is het penalty? Is het Maar hoe kan de penalty... Nee, nee, ik, kan, ik, ja. Wat is de het is intentie? Ja, maar die intentie spring is spring met mijn hoofd naar die schoen. Hè? Ja, dan ben ik echt wel gestoord. Achteraf ja, maar als gezien... die niet speet, ja, maar die ja, weg gaat, dan spring je ja, erop. Het is op, letterlijk is penalty, zo ja. gebeurd. Ja, ja, maar ja. Het is toch letterlijk zo gebeurd? ja ja twee, twee keer hè twee keer is sam ja maar jij ze nog alsof dat hij u dan had getrapt. ja tuurlijk ik, ik heb die gewone kaart aangenuit hè maar ik heb dat ook gezegd hè eh, tegen chappy ik hij eh, was al gepikeerd dat hij niet startte en dan heb ik een opmerking gemaakt van ja ik zal eens tonen dat ik van eh, zijn zus hè ja van zijn zus en ja What? Ik had echt van gestart niet. Ik zeg ja, zijn zus, zijn ma was daarbij, de familie kwam kijken. En dat is <laughs> nog zoiets, ja, voor de wedstrijd een klapje doen. Ik zeg uh, ik zeg een boet. Het is je zuster, ja is mijn zuster. Hij is je Kiptonian. je spreekt zo'n beetje Kiptonian. Ik zeg ja, dat is mijn zuster. Ik zeg ja, yeah, uh, yeah. oh, knappe zus. en ja, Een beetje ja, een psychologische oorlog. He. Ja, ik zeg, ik zal eens tonen dat ik op je zuster in een tijd uh, gesprongen ben. Wat dat is niet gebeurd, is voor alle duidelijkheid. Ik heb veel gesprongen, maar niet op zijn zuster. En uh, ja, het, ja, dat was gewoon uh, okay. een grapje die uit de hand gelopen was. Hè. Maar dat is de wereld rondgegaan. Dat heeft miljoenen ja, views gehaald. Ja, ja he, 4 he, miljoen mooi. views of zoiets. Ja, ja ondertussen is dat dan nog meer. Maar ik meer ga daar niet door, hè. Plotseling ja. vanuit België. Gij is zot. En wat hier? en voetbalwereld. En wat is dat allemaal? en voetbalnieuws. En... Ik kreeg telefoon. Ja, maar daar heb je niet door. Sorry, dat geloof ik. Ik niet. had Echt nooit niet. gedacht dat dat België ging al. Nee. Alleen dat heeft Doe, hoe, Als ik met een voetballer spreek. Oh, die, het super nee, vet doet, die weten allemaal. Oh, dit is YouTube-materiaal. Op het moment dat ze het dan ja, doen nee, zijn. Ja, ik, ik ben niet social media. Ik ken een. Ja, vroeger, vroeger een, 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 een Facebook-account gehad. En, en, en Instagram. Maar ja, sorry. Maar ik, ik, ik ken dat nu al niet. Hè. dat, je dat dan staat daar er nog. In de privé. Ja, omdat dat zo is, staat. Maar ik zet maar dat niet meer op. Als je, als je je naam googelt, is dat voor altijd het eerste. Hè? Ja, ja tenzij dat ik ervoor betaal zeker dat, dat er vanaf gaat, maar, ja. maar ja, waarom zou je dat doen? Pff, het ja. is een redding, hè? het is geen blunder. Dat maakt mij ook niks uit. Hè. Ja, 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 maar het redding, eerste van alles... Hij, hij pakt een bal op om tijd te rekenen. Het, het eerste van alles... <laughs> en ik wil dat wel zeggen. Het, het jammerke is, Sam, dat, dat de... Dat, dat ik wel eigenlijk de man van de match was. Want wij winnen 2-0 en die komen vier keer alleen voor mij. pak Ik pak die alle vier keer. Maar ja, dat komt natuurlijk niet in, die, in het beeld. Nee, nee, dat nee, nee, niet dat is, dat is, nee, nee. En dat, dat doet er ook eigenlijk niet meer toe. Nee, maar... <laughs> het is tot te absurd. Ja, het uh, is echt... maar, uh, we zijn hier wel iets aan het vergeten. Oei, wat? Ja, we dan nog een keer... Uh... Ja, ik je hebt uh, cadeautjes mee. Ah, ja, ja. Wat ja. is dat er allemaal? Ja, dat is... Je echt... ziet dus de aflevering met Patrick Goots en jij denkt... Ah, chill, ja. in mit kan ik reclame maken... Ja. voor het drank ja. iedereen pakt van alles mee, dus goed. Hè? Maar hier ja. zit geen alcohol in, hè? Nee, ik ga je zeggen wat dat is. Het is iets mega. Dat zijn twee. Vergeet? Ik... Uh, ja, maar je mocht er ook van proeven, hè? Ja, daar ja, dat wil ik nu wel van proeven. Dus, um... jammer dat er geen alcohol in zit, maar. Dus wat is het eigenlijk? Oh, even hier. Super even snel. Het is een soort van siroop om bij drankjes bij te voegen. Ja, maar het is niet. De naam is syrup, hè? Dus je ziet siroop. Maar dat daarin kan. Het leuke is. Dit is gemaakt van vruchtconcentraat. Dus dat zijn twee vrienden van mij, Frank en Kathleen. En zij zijn op het idee gekomen om een ja, natuurlijk vruchtconcentraat te gaan ontwikkelen. Dus, het prachtige, dus dat is supergezond. Dat is supergezond. Er zijn natuurlijk wat suikers aan toegevoegd, omdat je met die voorschriften zit van... Uh, bewaarmiddelen. Ja, bewaarmiddelen. Maar die fles gaat een jaar mee... Zonder dat je die opent. Doe je die opent, gaat die nog acht weken mee. En mag dan blijven staan in 20 graden. Mag het in de frigo blijven staan. Maar het is geen siroop. Het is een vruchtconcentraat. En er is gewoon wat suiker aan toegevoegd. Om een voorbeeld te geven. Denk dat je, een voorbeeld, denk dat jij ginger hebt, hè? spicy ginger. Ik 16 lemon. Ja, 16 lemon. Dus, dus uh, de ginger staat daar nog. 1 liter. Is dat een aanrader? Die, uh, die, die zijn even... allemaal aanrader. De basil En <laughs> lime is, is fantastisch. Maar om maar een voorbeeld te geven. Het is vooral gericht op kwaliteit en je kunt er enorm veel winst uit halen als horeca, maar ook als ja, particulier eigenlijk van alles en nog wat. Je moet niet veel in een drankje doen. Ja, voilà, en dat is het. Maar je kunt het gewoon drinken als een gewoon drankje. Je kunt het met Bruis drinken, je kunt het Mixen. als een thee drinken. Je kunt het als een mocktail en als een cocktail met vodka. Als een bedoel je het gewoon opwarmen dan. Ja, voilà. Maar dus om nog water aan nee. In een, liter, in een liter fles van. Ik zou deze niet puur drinken, denk ik. Nee, toch? nee, nee. nee. Oh. Wat je huh? zei dat je geconstipeerd bent, dan. Het uh, is <laughs> toch hier, een... deze mag ik niet zo puur drinken. Nee, nee dat moet je aanleggen met water of met vodka of met whatever. Nou, we zullen water pakken. Maar het is echt uh, fenomenaal goed. Zeg eens? Ja. Hoeveel? Stop, stop, stop. stop. Ah, okay. Ja, normaal een centiliter, maar ja, Jij zit nog een groot. Nee? Dus, uh, en Dat is een beetje gekostipeerd. Ik zit een beetje gekostipeerd. Maar, 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 <laughs> maar, maar om maar een voorbeeld te geven, je ja, kunt het vinden in ADDelijs, uh, Carrefour Express, de betere Delicatessen Zaans, uh, Tuincenter zelfs, tot ADD. Ik ga zo hard een mail krijgen van PlaySports. <laughs> Product PlaySports. Je reclamewinkel. Uh... En jij gaat dat meepakken naar Zuid-Afrika om daar te verkopen? Hoor. Nee, nee ah, ik okay. doe gewoon de goede zaak ah, voor mijn vrienden om te zeggen: van, kijk jongens. Fantastisch product. En, uh, ja, we hebben veel kijkers. Dat is toch logisch? Ja, ik ga er toch vanuit dat er 40.000 uh, views van zijn. Hè? Ah, dat ik uh, toch uh, yeah. de Wesley Song en de Patrick Goots... Maar dat is goed. Lekker hè? En je moet dat zo vrezen als, als doelman kun je wel zo wat mopjes en zo maken hè, met die flessen. Uh, ja, ja, dus, ja. Er zeer, zit nog maar in jaar opmerking. What? Maar het is, het is allora, echt. Ja, zo, hè? Met klimverbouwheden. Ah, zo. En zo. Ja. Dat ik denk bijvoorbeeld voor uh, Garincha. Hè? De indoor soccer, die het, het, het beroemde YouTube-filmpje nee, gezien niet. voor de bekerfinale ticket. Dat de 15, 60.000 views schat. Hè. En wat heb je gedaan? Ja, gewoon aan ozelen. <laughs> ik, uh, ik vind dat wel echt goed. Ik heb eigen, nee, bro bro ik, ik eigen brood ik heb het nog. Dat al al ja? Ik heb gezegd, het is goed. Maar om een voorbeeld te geven, in die Spicy Ginger gebruiken ze 2 kilo geperste gember. Ah, dat is Tabsleas, Voor één liter. Dus om eraan te tonen wat de ja, ja. kwaliteit voor staat, in Japan is het er aanzienlijk... we mogen allemaal hebben? Ja. Om te beginnen, ja. Oké. Okay. Er komt nog meer ze. Kun je dat ja? weggeven hè? Ja, ik heb er nog extra bij in de verpakking, plus de receptjes dat je kunt doen. Maar ik vind dat wel echt goed. En ja? dat, dat drinkt jij dan iedere ochtend, tof? Nee. Ja, nee. Nee, dus ja. Dus doet hier een hele uitleg over hoe goed en gezond dat is. Ja, ik hou van mijn sigaretje en een potje koffie iets morgens. En, uh, ja, als je dat maar een... ik drink het wel. Ik Dan gaat ook wel naar de wc moeten. Zo? Ja? <laughs> nee, maar het is echt... Uh, ik vind gewoon... Ik, ik denk dat het in... Uh, zie, het, het voornaamste is naar, 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 naar de consument toe. Op één liter al de 50 uh, servings. 50 servings kunnen eruit halen. Dus voor de horeca. Okay. Eh, waarom heb ik het meegebracht? Omdat het a, ah, het is een fantastisch product, en b, <laughs> en b, ik denk ook aan de mensen in corona. De horeca krijg het krijgt zwaar te verduren, en hier kunnen ze massaal man, veel winsten halen. Man. Ik hey. voel mij wel een beetje in een teleshoppingkanaal. Ja, een inderdaad. Te en, en ook, waarom ja. doe je dat ja, daarom je dat ik zo wet hemdje ben. Ja, je ja, zou er zo bij kunnen. Ja, waarom zet je geen verkoper? Eik. Want wat doe je eigenlijk nu? Nu? Genieten van het leven. Ja. Levensgenitter. Je zet toch nu geboren? <laughs> op een dag, op een dag. Verkoop, dat wel ja. ik daar wel een keer een uitleg over geef. Of misschien een keer, uh, wat noemen ze dat? Zo'n een, een podcast met een video... Uh, een, een, vlog, een vlog, noemen ze dat zeker. Um, misschien dat ik dat wel eens doe. <laughs> misschien hadden we dat eerder moeten zeggen, maar dit is een podcast met ja, video. Ja, dat weet wel. ik. Hè. Dat, <laughs> <Okay>. <laughs> dat weet maar, ik. Maar ja, ik is, denk, ik denk is wel... Je het wel van plan om in Zuid-Afrika een business uit te bouwen en in België, forget it. Ja, dus, ja. In Zuid-Afrika kan er van alles. K ja, ik ben onlangs bij de NBS-contact uh, gehad. Ik kan uh, een, een fantastisch idee voor zwartrijders op te sporen. Want ik heb nu tijdens corona 50, 70 keer de trein genomen. En ik had uh, ja, 70 keer de trein. En ik heb 50 keer niet betaald. <laughs> oké, okay, maar is het een idee om ze op te sporen? Ja, oké, 50 keer niet betaald. En ik ga je een voorbeeld geven: van uh, punt A naar B was het uh, 25 euro per rit. 50. Ik ben de enige niet. Tussen Brussel, Noord, Zuid en wat is het Midi en Zamte, wordt er gewoon niet gecontroleerd. Ja, maar daar is te kort om te controleren. Ah, ja, maar dat is mijn probleem niet. Hè. Maar je kunt dat wel voorkomen. Dus ik, ik werk wel aan bepaalde formules en ken uh, bepaalde concepten. Want oké, okay, ik kan wel zeven en, en, en verhaaltjes, maar er zit ook wel meer dan gewoon water in een koker. En, uh... <laughs> ja, siroop. Ja ik, ik, ja, ik ben gewoon ja, ik ben vooral nu analyse aan het doen. Omdat je zegt wat doe je nu. Ja, hier en bij ben ik analyse aan het doen om, op een, om een ecosysteem te ontwerpen voor het voetbal. Ik geloof heilig dat je in tijden van corona mensen gaan minder geld hebben, mensen gaan ontslaan worden, mensen gaan job kwijtspelen, mensen naar lening net afgesloten. En. Uh, ik zie het heel uh, somber in, inflatie komt erbij, uh, je krijgt niks op je spaarboek. Nu, wat Niet negatief worden nu, hè? Nee, maar dat is realiteit. Dat is realiteit. Wij gaan naar een... Naar, Oké, okay, uh, maar wat was het idee dan? Het idee is een ecosysteem. Ja? Ik zit al in een ecosysteem, die al, uh, zonder de naam ervan te vernoemen, maar die al vier, vijf jaar draait. En uh, dat draait op zichzelf. En dat is gebouw, gebouwd op, de, op fundamenten zoals ja, real estate, uh, commodities... Uh... Dus als voetballer kun je een deel van je loon daaraan geven en dat brengt zijn eigen op? Je... Ja, ik zal u zeggen, ik ken daar een investering... Een, een investering mag ik niet zeggen, want het zit met Belgische wetgeving. Ik heb een aanbesteding gedaan van een product. En dat product was 500 euro. Deel van een product. En uh, ja... Dat is gewoon waanzinnig en het klopt, het, het klopt iedere, iedere tijd, iedere keer. En ik ben bezig met een systeem aan het ontwikkelen waar je op een periode van een tot vijf jaar dat, dat de supporter eigenlijk gratis naar het voetbal kan gaan. Maar meer en kan dat ik Dat de er club nog niet... daar wel aan verdient. De club verdient er aan, de clubs en nu al in de interne. Ik denk dat Mechelen dat ze ook onder in interne tokens hebben. Ja ja. Ik op, eh, betaalsysteem met de kaart. Betaalsysteem. En alles in de club. Maar uh, hoe komt het? De, uh, clubs zijn slecht gerund. Hè? Wie, wie, hoeveel clubs zijn er winstgevend? Noem mij Brugge. Hij uh, 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 wenst. Ik denk dat er drie waren zeker. Ja, maar hoe ja, hebben ze, Mechelen en Beveren. Ja, maar ja. hoe hebben ze winst? Door de verkoop van spelers. Maar, maar hoe kunnen de progressie maan en die spelers bij u houden? De vraag is: oké, okay, je kunt het niet altijd bij de supporter gaan halen. En nu wordt het altijd naar de supporter gehaald. Je ja. koopt een truitje, je een pintje. Klopt dit, klopt dat, klopt dat. Nog een pintje. Maar het zou moeten andersom zijn. Het zou moeten zijn: van kijk, luister, wij gaan niet meer. Eh, ik, ik ken spelers eh, met bonussen van 10.000 euro eh, aan ze winnen. Ik, allez, en een salaris. Dus de, 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 de ratio van salarissen en bonussen is 80-20. Eh, ja, als, ja, ja. als je verliest, zeg maar, voel ik 80% van mijn salaris. Ja, ja. Het zou moeten teruggaan naar een ander systeem van basisloon, zoals de normale mens in de straat. En ik heb het ook nog zo gehad. En een zware winstpremie. Ja, maar Ei, ja, je, je hebt ik, ook je Westerlo geshot. Dan ging je niet veel verdiend hebben, hè? Westerlo, ik ga je dat wel eerlijk zeggen. Ik kan daar 15.000 uh, met teken geld in berekenen. Voor zes maanden 15.000 euro netto. Het zijn 25.000 onder tafel gegeven. <laughs> het is zoals dat is. Ik moet daar niet over liegen. En ik had uh, 1.750 per punt. Oké. Okay. Maar, dan nogmaals, een verlies. Mijn punt is... Ik geloof heilig dat ze in het voetbal, dat je bij de supporter iets kan creëren. Ze doen een aanbesteding. En in return krijgen ze dat ook terug. Waarom is er geen enkele Belgische club op dit moment... Is nu, een idee is moeilijk te beschermen. Dat mm -hmm. is zo in de zakenwereld. wereld. Waarom is er geen enkele club die overlijdenpolissen aanbiedt? worden nu massas binnengelopen als club tijdens corona. Dat klinkt heel grappig, maar... Ik ken clubs die een overlijdenspolis aanbieden. En als je een overlijdensverzekering aanbiedt, ja, waarom doe je dan geen groep sparen? Waarom, dan voor in België... je, er zijn clubs die een overlijdenspolis huh? Kaiser aanbieden. Kaiser Chiefs. Google het. Funeralplein. Ja, die mannen hebben 20 miljoen fans. Die hebben alles. Dat is, dat is meer commercie. Ja, Ze kopen alles wat er kan. Ze ja, ja, zijn maar, bijna maar, een bank. Voilà. En dat, waarom is er geen... Waar, ik weet niet of dat het mag. Hè. Ik, ik weet ook niet de interne denk voorwaarden. Dat waren, maar waarom ja, kan dat je geen moeilijk, bank... Ja. Allee, als je budget net... Voor een bank op te optreden, heb je de 13 miljoen euro nodig. En licenties en heel dat rimram. Ja, voilà. Je hebt al een team. Hoeveel supporters zo je af? Je mag gewoon niet Wat wil zeggen? Een database van 200.000 man? Ja, tussen de 100.000 en 150.000. hebt Moi. al... Het Zeker. grote bereik, hè? dat zijn mensen die niet... Ja, oké, zaken, maar dat zijn het niet het zijn die mensen komen. die allemaal ineens hun geld in de bank gaan steken. Nee, maar dat, kaver, wel dat zijn wel allemaal mensen die... Ik zou mijn geld precies nooit in een voetbalclubbank steken. Dat zijn mensen die ergens gelieerd zijn met een club. er ja. zijn er altijd wel veel. bereiken oké, maar je zegt nu, Sam, ik zou nooit mijn geld in een bank steken van een voetbalclub. Akkoord, nee. maar het staat er los van... Maar je zet wel je geld op een gewone bank en dan werkt een bank. Ja, okay, Wat krijg je ja, dus, op je ja. geld? 0,1%. En je wilde een lening voor een, voor een vastgoed of voor een lening voor een auto of voor een privé lening. En hoeveel procent betaalde? 3, 4%. Zo werkt een bank. Ja. Zwaar. Zwaar. En het, het, het is gewoon niet meer goed verdeeld, allemaal. En, en ik geloof heilig in het systeem, want waarom kun je niet je eigen bier gaan brouwen? Een distillatieketel kost zoveel geld, niet maakt uw eigen bier, dan krijg je eigen rendement, uw eigen profijt uit. Want je moet alle facetten gewoon zelf onder controle hebben. Okay, Kijk, dat bier vind ik veel logischer. Als je weet, ik heb zoveel, zoveel liter bier dat ik in het stadion verkoop. Ja, maar rekent het uit zelf. hoeveel liter bier maar dat, dat wij wordt... sponsoren en zo. Hè? Nee. Ja, maar gesponsord. Een Schipholer of een Maas die. Ja, die, met maar die denk, grote maar zijn dat zo'n groot budget? En waarom moet de sponsoring aan, uh, aanvaren? Ik denk dat je je eigen bier goed maakt en je kunt het gaan brouwen en zelf verkopen. Dat je veel meer winst ja, gaat uittalen dan, dan, dan maximum. Ik denk niet dat Schuppeler en Mechel uh, een miljoen euro ponsen. Denk ik het ook niet. Denk je dat er voor een miljoen euro bier aan gezopt is? Ik, wordt, ik, weet, nog tijd, ik ja. weet nog in mijn tijd in Kortrijk dat uh, de hoofdsponsor wat was, 600.000 euro betaalde en dat was Novi. Ja. En die stond op shirt en al. De shirts van voor. Maar ik denk dat we echt naar iets naar dat moet naartoe gaan. Um, want er is echt een nood. Hey. Wim van Lanker, dat is een prof. Uh, er, er is gewoon een nood aan een extra basisinkomen. En die heeft er een enquête over gedaan. Zes op tien is daarvoor. Maar er moet gewoon een extra basisinkomen komen. Oké, okay, maar voetbalpodcast? Zeker. Hebben we oh. nog iets over voetbal te vertellen? Of? Ah, ik ben heel benieuwd of, dat, of dat jij niet, niet gewoon ook een typisch trainer, een job in de voetballerij, ja, hebben Ja, ja, zo ja, laatst was ik op kort trekken en hem daar even over gebabbeld, van ja, waarom doe je dat niet, en dit en dat. Ja, één, moet dan een cursus volgen, en dan stel ik mij de logische vraag, ik ga die vragen aan u, Evert, jij hebt ook gevoetbald, jij, jij hebt ook wat gevoetbald, als trainer? Nee, nooit bijvoorbeeld. Oké, okay. Op laag niveau. Maar nee, ik, ja, nee. ik, ik ben keeper, ik ben keeper. Oké, okay, keeper-trainer. Dan spreekt het toch meestal uit je eigen ervaring? Of wordt er mij daar verteld hoe dat ik een bal moet pakken? Nee. Maar dan, die licentie en of die trainersdiploma al van Doelmanstrainer. Ja, ik, ik zie dit gewoon niet. Ik heb met, ik heb met de John Pasquale samengewerkt. Die zit nu, die zit nu in Marseille als keeperstrainer, als criminele keeperstrainer. Ik heb met Van de Wallen samengewerkt. Ik heb met, de, met Danny Verlin samengewerkt. Ja, hallo. Je vindt dat je het zo op je meritus ook gewoon. Nee, ik moet hè, niet het niet gewoon zo krijgen, maar daar al je gewoon alles uit. Ja, gaan ik denk ervan... dat je. Allee, Waal een keeper. Denk niet dat ze dan gaan zeggen in Brussel. van... Uh, luistert, de uh, op kunstgras speelt. of het sneeuwt. pak een stuk uh, kurk. en we onder je ze doen het in Amerika voetbal elke zo week. Ik is dat zwart. Ja, ja, maar ik deed het. en ik was de, jos... ik was de clown van eerste klasse. Mm -hmm. Maar ik had geen last van weerkaatsing. Nee. Ja? Maar ik... ik zie je nu wel geen trainer, maar waarom niet zo'n analist of zo in de media? Ik denk dat ik meer ze René van der Gijpachtig achtig moest zijn. Dus. Ja, ja, ja denk dat, dat ook. Ja. Maar ja... Maar kom, is... we brengen nu een boek uit en dan... Is, is België daar trokken, klaar voor? Ja, ik trokken? denk dat zeker wel. Hey, met, er is ja. plaats naast Evert hey, als corona hey, voorbij is. Je, je zet genoeg. je daar gewoon als vaste wel, gast. Below in the comments. Uh, <laughs> ja, ja. <laughs> nee, nee, dat nee, laat nee, even maar... weten als je Glen in de vaste nee, met Nee, maar waarom zie je daar geen carrièrepad in? Sam heeft wel gelijk. Ja. Eerder toch dan een trainer? Je ja, denk... gaat dat weer doen. Ja. Je wil nooit uh, dingetjes van eraf afknippen en noem maar op. Oh, ja. Je gaat dat blijven doen. En dat mag een keeper nu wel net niet doen. Maar TV Entertainment kun je wel inderdaad. Man, perfect. Een aantrekkelijk figuur zijn, sowieso. Ja. Toch? Je zijn andere stem. Ja, maar dan moet we wel een beeld hebben, hè, met mijn hoofd erop. <laughs> nee, maar ik, <laughs> dat, oh, dat heeft gegeven. Theo, Jan, Theo Jansen zit ook op studio voetbal. Is ook <laughs> ik ga ik niks tegen, maar ik ken nu was maandag? Nee, deze na Extra time. Zo serieus. En zo. Ja, oké, okay, gepassioneerd. Maar dan zie ik naar Gert Vrijen kijken en dan is echt zo het gevoel van. Als ik de Gert soms zie, zo van. Nog een half uur, het zit erop. <laughs> Verstaan? En ik heb zoiets van. Laat eens een keer, soms wat oude hoeren en soms gaat er zo gedetailleerd over. En dit, uh, oh, ja, dat is iets dat, meer voetbalprogramma dan. dan ja, ik weet hier is. Soms heb ik het hè? gevoel dat ik, uh, dat ik gewoon in school zit. Dus van de varregels en ja, kijk. Ik ja, kijk niet graag voetbal. Dus. Ja, nee, maar, ja, maar, maar het is gewoon. Is het is moeilijk om in een voetbalprogramma te zitten. Okay, Peter van den Bemt vind ik wel uh, zijn uitleg altijd goed. Ja, jammer soms van die brilkeuze. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar wel iemand die, die er iets van kent. Maar ik kijk veel liever naar voetbal international. Ik ook. Naar de voetbal inside. Ja. Maar kijk, maar we zijn hier wel twee uur aan het babbelen. En ik, ik voel gewoon, je zegt gewoon wel echt. Klaar. Nee, een kleedkamergast. Kras, voetbal. Nee, dus nooit. Je <laughs> gaat mij niet geloven. Dat beestje, dat voetbalbeestje is er bij u niet. Ja, ja dat is er nog, is, maar ik. Voilà. ik maar, maar, maar. En daar zit, allez, daar zit ook uw plezier. Ik kan nou al een grappig verhaal vertalen eigenlijk. Hè, met Chido Dus ik ken die gat in, uh, dat valt me nu in. Dus ik <much> ken een vorm van Latourette. Dus ik maak soms. Hm, dus degene die met mij geschoten in de kleedkamer en die nu beluisteren en die horen, die weten ja, oké. Okay. Dat was een tik nerveus, maar in vorm van latourette. Dus ga schelden niet, maar ga je de, mm. Ja, mm, oké. Okay. Mm. En, ehm, um, <laughs> dus Chedo is altijd, Janeski is een hele lieve man, trainingsbeest, die deed nogal de voor, maar die is ook heel gedreven. Dus wij. Um, ja, we hadden een theorie, we stonden al onder druk. En ik zit in de theoriezaak en ik zat altijd rechts van voor. Altijd. Dat ik alles goed zag. Ook al speelde ik niet. Ik snap nog altijd niet waarom, maar wat Bijgeloof. En op een bepaald moment, die Chedo, was een uitleg aan het doen. En ik kreeg het lastig. Ik kreeg het niet onder controle. En de keer dat dat begint, is dat ze van, ja, nog een keer. En ik ben er aan het. Hm, 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 hm. lijkt die een grap, maar het is geen. Ja, grap. maar die, die kreeg het gevoel dat ik die aan het uitlachen ja, ja, voilà. Snap dat ik die wel. aan het was. En het ging zo ver dat toen mijn ploegmaats wel tussen kwam, en Danny in me, me dag gered. En dan zei, nee, nee, dat is echt een tik nerveu trainer. Die dacht dat ik hem aan het uitlachen was. Snap en, ik. En die vloog op, die ging los, die ging gewoon los. Maar naar de keel. hè <laughs> Die vloog naar de keel. Nee nee, maar die ging zo. Wat is met jou? Wat is met jou? Jij lacht me mee, jij lacht me mee. En ik denk van, hm, nee. Ja, ja, <laughs> <ja, laughs> nee. En ze van, yeah, is that, uh, uh, <laughs> ja, wat is dat? Je mammoetie. En dan zo van, ja, nee, ik ben een tik nerveus en uh, ja, oh, het is een, beetje, een beetje, raar. Jij, een beetje. <laughs> ik zeg hmm. ja. Jij een beetje raar, ja. Maar dat wij, ja, we hebben van alles gedaan, hè. Ga. Ja. Ja. Ja, ja, Zitten uh, er maar... nog dingen dat jullie wat vragen aan mij? Want uh, uh, nee. Van, van, van... <laughs> ik ik, had, ik, ik had... wil u vragen om nog eens terug te komen als, ja. als je namen gaat mogen noemen. Maar... Ik had er heel ja. graag bij geweest uh, in ja. Zuid-Afrika. Ik, ik, ik had er graag een documentaire of zo van gemaakt. Maar, maar. ja, ik ken echt. En Kortrijk heb ik ook iets machtigs meegemaakt. wij speelden de, Mijn dochter was geboren. Wij speelden op Kortrijk, derby. Uh, Kortrijk, uh, Zultuwar en Kortrijk. Mijn dochter geboren deze tweede week van, uh, van september. Ik denk dat dat 12 september was. Ik geef dat twee assists. brecht Capon en Benko-Schorenda. En ik had een patat en een stuk prei in mijn... Ik gaat ik, 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 ik dat zien op de beelden. Ik had van Adidas zo'n handschoenen uh, uh, zo handschoen tasje. Het zat een uh, uh, patat en een prei. Ja, boeren, hè. Maar ik ben wel opgegroeid. Ik heb het niet gezegd, gezegd hè. Ik ben wel opgegroeid, dat is voor alle duidelijkheid. Ja. En uh, ja, rood. Wij rood-wit. En dan de, het, het stadium aan de kant van die vijvers, dus, waarin de supporters in de hoek staan, ik schreef die assist, 2-0, pak de rechter hoe match. En uh, achter de match, ik kan dat, hop. ik stond als stuk brei. ja die ging helemaal los, je echt niet normaal. Dan uh, zijn ze echt nog tot een kort gekomen, want dan gingen we weg naar de Verde Vogel. En dan was het even uh, dat ik dacht van, uh, hier ga ik. Uh, een kunnen op de mond krijgen. Uh, ja, als je een preine patat aan de supporters Ja, Dat is niet normaal. Maar echt, en, en ja, ik heb er een PV voor gehad ook. Uitdagen. Ja. ja. En dan zijn we kort terecht gekomen, als crimineel bij als vuur. Ik zit nog altijd voor mij, de vrouwtjes. Hm. De, ja, supporters dolgelukkig. gelukkig. <truid> Trui omhoog. Ja. Ja, zo'n wist zo taferea... dat er nog zoveel gebeurde. Dat is nu al drie zo vrouwen, tafere... maar dat je zegt dat vrouwtjes ineens... Ja, de twaalf, dat er ja, ook vrouwen... veel knappe vrouwen op de Vlaamse voetbaltribunes zitten. Ja, Jammer dat wij op... niet populair zijn. Bij... En ik en dat de ben... geen vrouwen kijken. En en ik ben gezegd, altijd... komen ze mogen altijd ik, in de commissie ik, raar... ik, <laughs> ik vind hè? het waar raar dat je nog niet opgebracht hebt. Ik ben benoemd zijn tot slimste voetballer. Ik ben bij Anne van Elsen en Dave Peters een half jaar de uitzending gedomineerd. Maar wacht, was het dan meerdere seizoenen? Want Steven de Voer zegt dat hij dat gewonnen heeft. Ik ken deze, Christophe Snelders, Mike Dionier. Verstraten, ja. ik ken Frederik Dupree nog, want ik weet nog een van de opdrachten was, hoe zou Anne van elsen kreunen? Ja, dat was... <tosses> Godverdomme. Zo'n zo ding maar, moest maar, dan, dan Dat noemen ze dan de slimste voetballer. Ja. Dave Petersen. Ja. 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 <laughs> ik heb wel het geluk gehad voor Anne, een keer in het privé <laughs> zo tegen te komen in het uitgangsleven. Ja, dus, nee, maar <laughs> <laughs> dat moeten we dan ook weer knippen. Ja, nee, nee, maar ik heb daar niets mee gedaan. Nee. Ah, okay. Hij is gewoon ja. tegengekomen. Okay, het, was ja, niet ja. een, het was niet op een hij voetbalveld. Zegt, hij zei het zo even op een. Op een en, en, en dat je dan ja. dat niet weten. Ik heb nog voor Biekenberg geposeerd. Ja, natuurlijk niet met deze ja, tempel. Ja, de tijd van Biekenberg. Dat, ja. dat was mijn echte de Oké, okay, dat gaan we googelen. Ja. Ja. Ik heb nog in Milaan gelopen. Samen met Hans Cornelis. En dan Gilles Just, de beelden, Hij heeft dan Cornelis. de kostuumversie gedaan. En dan moest maar ik. En jij in de zo? Spiedhokken, ja. En uh, dan moest ik uh, ja, met een paar brandnetels plekken op mijn rug. <laughs> dat is toch wel gepoederd, uh, ja. ja. Het is nog niet voorbij, we zijn meer dan twee uur bezig. Uh, we gaan nu nog eens laten terugkomen. Ja, zo, dat is goed. Dat lijkt me het beste. Ja. Moet je nu trouwens snel uh, terugreizen naar Zuid-Afrika? Uh, nee, nee, nee. Ik denk dat ik hier nog een maandje, een maandje zit, ja. Hopelijk. Okay. Als corona voorbij is, doen we een keer uh, podcast op locatie. Ja, dan komen we naar Zuid-Afrika. Nee, maar als ik echt kom... Ah, eh, je komt echt? Let je me dan eens rond? Ah, ja, ja, sowieso. Dat ja, ja. is goed. kregen krijgen we wel een even Dat is goed. Ja, ik regelen ja, we vliegen vliegen ja, ik wil die moed ontmoeten. Ik wil nee, dat zien gebeuren. Die moed Ik wil, dat, ik wil ja. zoiets meemaken. Kan mij me helpen, hè? Ah ja, zwaar Goed. Zeker? Het truitje van ja. Samiele Konga moesten we weggeven. En de winnaar daarvan is Geert Oben. Dus Geert, stuur ons een berichtje op Instagram. Dus die Geert heeft eigenlijk drie uur luisteren ja. om eigenlijk te horen. En ja, dan kreeg hij nog een truit van iemand anders. <laughs> <laughs> Sorry Geert. Hij heeft wel meegedaan voor dat shirt hè, natuurlijk. Hij hmm? heeft wel meegedaan ja, voor ja, dat shirt. Ik kan misschien, ja, ofwel binnenkort krijg ik, ik krijg nog een paar truien van iemand terug. Ik denk dat ik enige hou voor mijn, voor mijn zoon. Misschien uh, een giveaway op met, giveaway, met... dat is Ja, maar iets remmen. dat we iets hoe moeten meedoen, bijvoorbeeld. Nou, ja. Misschien, ik ken, uh, het is maar één dat er gemaakt is. Met nummer 23 van. Uh, we doen er iets speciaals vanaf. mee. Ja, okay. een speciale trui ja. van Club Rij van okay. 23. Cool. Omdat okay. ik ook geen zijn om het tofstuk af te sluiten. Maar de, de, de truitje van de houten schoen, dat, uh, dat geef ik niet weg. Nee, nee, dat snap ik. Oké. Okay. Ik heb er om te komen. Graag gedaan, Sam. Aan <laughs> de kijkers en luisteraars. Tot volgende week.